Dames en heren, beste mensen, goedemiddag en van harte welkom op deze mooie, bijzondere plek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap, op het symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Hendrik Mullerprijs. En in het bijzonder een heel warm welkom aan de laureaat van vandaag, Loes Keizers. We zijn ontzettend blij dat je er bent en ook dat je ontzettend veel mensen hebt meegebracht. Eventjes praktisch, u ziet zo meteen op het scherm een QR-code. En u mag nu nog even uw telefoon uit uw zak halen. En eventjes, als u dat nog niet gedaan heeft, reageren op 5 stellingen. Want die stellingen, daar gaan wij straks ook mee aan de gang. We hebben ze ook al in de uitnodiging natuurlijk meegestuurd. Maar mocht u dat nou toch vergeten zijn, dan kunt u daar, terwijl ik het programma ga inleiden, alvast eventjes op reageren. En die stellingen die komen dan straks weer eventjes terug. En intussen gaan wij gewoon alvast beginnen. Want de Dr. Hendrik Mullerprijs, dat is een oeuvreprijs. En wat dat precies inhoudt, daar horen we zometeen meer over. Daar ga ik wel in dat verband alvast aan u voorstellen. En in ieder geval welkom heten om te beginnen professor Allard Lubbers. De voorzitter van het Hendrik Muller Fonds. En tevens Judy Mesman hier voor mij, de voorzitter van de jury die deze prijs straks gaat overhandigen. En natuurlijk ook namens de voorzitter van de KNW, die gaat zo meteen ons ook nog even toespreken met een formeel welkomstwoord, Marileen Dochteron. Er zijn heel veel mensen, daarom ook een speciaal welkom aan de familie en de vrienden en aan Victor. Ik weet dat je een steun en toeverlaat bent voor jouw geliefde Loes, dus fijn dat jij er ook bent en met je ouders er ook bij. En ik wilde me eigenlijk vooralsnog eventjes richten op jou, Loes, want we zijn hier voor jou. Dit is jouw feestje. En dat gaat eigenlijk alles wat te maken heeft met het erkennen van jouw verdiensten dusver. En omdat het een openbare bijeenkomst is en niet iedereen misschien in de zaal weet wie jij bent, dacht ik, ik ga even een aantal dingetjes over jou noemen. Vooral jouw professionele loopbaan tot op heden. Die begon aan de Universiteit van Utrecht in 2010, waar jij cum laude promoveerde met het proefschrift waarin je schreef over de invloed van de opvoeding op jeugdcriminaliteit. Je schreef ook boeken, een van mijn favoriete titels, Waarom tieners zo irritant zijn. En ik moet zeggen, ik zou gewild hebben, Loes, dat ik die gelezen had toen mijn zoon rond de 14, 15 was. Hij is nu 22 en zoals jij zelf ook wel eens gezegd hebt in jouw praatjes en in jouw stukken die jij publiceerde, met de meeste pubers komt het uiteindelijk wel goed als we ze een beetje helpen. En dat is ook, denk ik, een van de thema's waar we vandaag uitvoerig bij gaan stilstaan. Daarnaast publiceerde je ook in allerhande tijdschriften en je hebt ook sinds 2010 behoorlijk al wel wat onderscheidingen ontvangen. Wat mij persoonlijk erg heeft geraakt in onze kennismaking, we hebben dit natuurlijk voorbereid, is wetenschap is natuurlijk heel veel verstand en kennis, maar het moet ook via iets anders naar de wereld toe. En dat is dat hart van jou. De passie waarmee je dit onderwerp je eigen hebt gemaakt, ontzettend veel mensen aan je weet te binden. En ik wilde eigenlijk 2 voorbeeldjes noemen van een filmpje wat ik op YouTube zag. En dat filmpje was gemaakt, ik denk dat het ter gelegenheid was van de verkiezing docent van het jaar. En ik denk dat het 1 jaar of 2 geleden is. En daar hoor je 2 van die jonge meiden van 18, 19. En die begonnen dan net aan die bachelor. En een van die meiden die zei van, ik wist het eigenlijk allemaal niet zo goed. Maar Loes die had tegen mij gezegd dat ik dit en dit en dit moest gaan lezen. En dat ben ik dan maar gaan doen. En ik kon niet meer stoppen met lezen, zegt ze in dat filmpje. Ik werd gewoon verliefd op de wetenschap. Mooi, hè? En een ander meisje, ook 19, die in datzelfde filmpje zegt, en dat zegt eigenlijk ook iets over de warmte van jouw persoon. Die zei, Loes heeft me eigenlijk vooral het vertrouwen gegeven dat ik het kan. Want hoeveel kinderen, en misschien nu ook als volwassenen, twijfelen, al bent u misschien 40, 50, 60, bent u wat verder in uw leven, hoe vaak twijfelen we niet nog steeds aan het eigen kunnen? Iets wat ik in mijn eigen beroepsgroep ook heel vaak tegenkom. En aan het publiek vandaag. Wellicht heeft u zelf als kind ervaring met depressieve gevoelens of depressiviteit toen u jong was. Misschien heeft u er nu mee te maken met iemand die u kent. En dat is het thema wat centraal staat vandaag in dit symposium.
wat wij kunnen doen om jongere, evenwichtige, veerkrachtige volwassenen te helpen worden. Als ouders, als opvoeders, als professionals, als wetenschappers, eigenlijk alles bij elkaar. En we gaan eigenlijk dus vandaag proberen met jouw kennis, jouw inzichten, al die onderzoeksuitkomsten die jij hebt gedaan, kijken of we die brug kunnen slaan tussen die wetenschappelijke kant waar het allemaal bedacht en geprobeerd en getest wordt en de praktijk van de mensen die dat kunnen inzetten. Dus wat gaan we doen? Na het officiële deel, zometeen door de voorzitter van de academie en de ceremonie met een aantal sprekers, gaan we luisteren naar jouw lezing. Daarna, u ziet allerlei apparatuur hier, dat is niet voor ons, maar dat is voor een theatervoorstelling. Die ga ik straks aan u voorstellen. En vervolgens gaan wij een goed gesprek voeren hier met twee van Loes haar bondgenoten. En ook die mensen ga ik straks aan u voorstellen. U weet inmiddels wat meer over Loes. U weet ook iets meer over het programma. Maar we weten eigenlijk helemaal niets over u. Dus ik wilde eigenlijk even snel een demografisch onderzoekje doen. In welke hoedanigheid u hier verkeert. Dus misschien kunt u even uw hand opsteken als u bijvoorbeeld hier bent in uw hoedanigheid als wetenschapper. Mag ik even wat handen zien? En Loes kijkt even mee. We kijken allemaal eventjes van voor naar achter. Wetenschappers. Zijn er ook ouders in de zaal? U kunt ook nogmaals uw hand opsteken. Ouders? Ja. Ouders met pubers? Ouders met pubers? Ietsje minder? Ja. Professionals? Mensen die in de GGZ bijvoorbeeld werken? Ja, daar zitten 2, 3. Ja. En heeft er nou nog iemand zijn hand niet opgestoken misschien? Ja? Waar bent u van? Mag ik even vragen? Ik kan het hardop praten. Algeo Foundation, oké. En wat heb ik daar nog in de achter? Grootouders met pubers. Ook een hele belangrijke taak, want dan kan je alles nog een keertje overdoen. Maar dan heeft u wel de ervaring en de lessen opgedaan waarschijnlijk om het misschien net eventjes anders te doen. Of in ieder geval uw kinderen te helpen. Misschien net even te doen met de ervaring die u heeft gedaan. Van harte welkom ook aan u. Goed, dan hebben we, moet ik even spieken. Ja, we hebben natuurlijk gevraagd om op die stellingen te reageren. Ik vraag even aan de regie of die al in beeld staat. En als we dat stukje hebben gedaan, dan kan Loes ook even kijken van wat vindt u nou van die stellingen? Want we gaan daar vandaag ook inhoudelijk het over hebben. En de eerste stelling was de druk op jongeren is tegenwoordig te hoog. Nou, daar is eigenlijk het grootste deel van de groep het helemaal mee eens, maar er zit ook wat variatie in. En we gaan u ook betrekken straks in het gesprek. Hè. Dus doet u ook dan echt mee, niet alleen met vragen, maar misschien ook met ideeën en inspiratie wat u opdoet. Manieren om dit verder te brengen. Gaan we even naar de tweede stelling. Mentale gezondheid onder jongeren is een onderschat maatschappelijk probleem. Daar lijkt ook iedereen mee eens te zijn. Maar mensen zijn daar ook maar gedeeltelijk mee eens. Dus het is ook interessant om te kijken hoe wij naar dit punt kijken. Kijken we even naar de volgende. Jongeren zijn minder meerkrachtig. Daar zie je al ietsje verschuiving naar die eerste die net ver naar het rechts, naar de rechterkant ging. Daar is niet iedereen het helemaal over eens. Dat is ook interessant om nog eens eventjes naar te kijken. En dan hebben we er nog eentje. Ik weet niet hoe om te gaan met depressie bij jongeren. Ja, dan gaan we echt even het hart van de problematiek in. En ja, daar is ook een grote groep mensen die herkent dat. Maar ook hier zie je wat gevarieerde reactie. En het is straks nogmaals echt leuk en interessant om van u te horen, ook naar die stellingen toe, van hoe u dat zelf ervaart of hoe u daarnaar kijkt. Volgens mij hebben we er nog eentje. Jongeren zouden op school les moeten krijgen over mentale gezondheid. Nou, daar lijkt ook iedereen het mee eens. En aangezien wij in de formatie, of eigenlijk in de verkenningsfase, maar naar de formatie toe gaan, is het misschien ook nog eens interessant om te kijken wat we eigenlijk van de politiek verwachten straks als het gaat over onderwijs. Ja, we zullen ze een beetje moeten helpen, want iemand moet het toch bedenken. Volgens mij was dit de laatste stelling. Ja, dat zegt de regie, dat is goed, hartstikke goed. Nou, mijn naam is Bart Burgraaf en ik mag vandaag met veel plezier en genoegen, ben ik natuurlijk al aan begonnen, deze middag aan elkaar praten. Goed, we gaan beginnen met het officiële gedeelte. En ik ga daarvoor uitnodigen de voorzitter, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap, professor Marileen Dochterom. Dankjewel, Bart. Wat mooi, zo'n hele volle zaal. Allemaal voor jou gekomen, Loes, en voor het onderwerp en het symposium van wat we natuurlijk vandaag allemaal te horen en te leren krijgen. Dat geldt tenminste voor mij. Ik wil u allen officieel welkom heten namens de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dit is ons huis.
Wij zijn een genootschap van 600 wetenschappers uit alle domeinen van de wetenschap. Natuurtechnisch, zoals ik zelf, medisch, geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. En vandaag zijn we hier voor de Dr. Hendrik Mullerprijs, die speciaal voor de geestes- en of de sociale wetenschappen wordt uitgereikt. Behalve dat wij een genootschap van wetenschappers zijn, hebben wij ook onderzoeksinstituten onder onze verantwoordelijkheid en reiken wij prijzen uit, zoals vandaag. Dat is een heel groot voorrecht van het zijn van de president van de KNW. Ik wil ook heel graag zijn al genoemd professor Allard Lubbers en Helene Hulshoff hier welkom heten, respectievelijk de bestuursvoorzitter van het Hendrik Muller Fonds, Hendrik Muller Vaderlandsfonds moet ik zeggen, en de directeur. En we hadden het net al even over, de één keer in de twee jaar wordt deze prijs uitgereikt, maar we horen straks nog veel meer denk ik over wat het Dr. Hendrik Muller Vaderlandsfonds allemaal nog meer doet. Dus heel veel dank voor de mooie samenwerking die al meer dan 30 jaar oud is. En ik heb begrepen, ik heb het niet allemaal zelf bestudeerd, dat een van onze voormalige presidenten precies 30 jaar geleden deze prijs al kreeg, professor Pim Leeveld. En ook verschillende van onze leden, hier aanwezig Patty, denk ik, voormalig prijswinnaar. Ook Eveline Kroonen, jou wel bekend, een voormalig prijswinnaar. Dus heel erg mooie traditie. En dus een hele mooie samenwerking. Hè. De prijs wordt door het fonds beschikbaar gesteld. En de samenwerking bestaat eruit dat wij het nominatie- en selectieproces doen. En ook deze uitreiking organiseren. Er is in de loop der tijd wel iets aan veranderd. Het is om de twee jaar altijd geweest. Het was tot 2019 bestemd voor een persoon of team, heel belangrijk, die een excellente wetenschappelijke prestatie op het gebied van de gedrags- en maatschappijwetenschappen heeft geleverd. En ik heb al eerdere prijswinnaars genoemd. En sinds 2019 is hij nu specifiek bestemd. Je zei al een oeuvreprijs, maar voor een mid-career noemen we dat dan, onderzoeker. Iemand die nog al een oeuvre heeft, maar ook nog wat tijd te gaan heeft. Die zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschap. Ik heb het al genoemd. De prijs, en we horen het misschien nog wel een paar keer, bestaat uit een bedrag van €25.000. Bestemd voor het mede financieren van een onderzoeksproject. En nou, in jouw cv kunnen we zien dat er al heel veel financiering voor veel grote onderzoeksprojecten aanwezig is. Maar dit komt natuurlijk samen met de prestige en de erkenning die erbij hoort. Misschien nog wel belangrijker dan het ook belangrijke geldbedrag waar weer meer onderzoek mee gedaan kan worden. Ik wil ook heel graag de voorzitter van de jury, Judy Messman, niet alleen welkom heten, maar ook bedanken voor het belangrijke werk wat gedaan wordt. Wij kunnen dit alleen maar organiseren en prijzen uitreiken. Als het elke keer weer lukt om een commissie van experts zover te krijgen dit belangrijke werk te doen. Andere leden van de jury zijn Raf de Bond, Rens Vliegendhartie, Lotte Jensen en Kees van der Bos aanwezig. Nee. Maar heel veel dank ook aan hen voor dit belangrijke werk. Zijn uiteindelijk een prijswinnaar hebben zij moeten kiezen uit 25 genomineerden, wat altijd een hele opgave, ook leuke opgave meestal is. Dus ik wil u allen een hele fijne en interessante middag toewensen. En daarbij het woord weer teruggeven aan jou. Hartelijk dank. Maak even een We gaan snel door. Ik denk dat de verwachtingen hoog gespannen zijn voor jou, Loes. Want het werd mij nog even herinnerd dat het een mid-career prijs is. Dus nou ja, je hebt gelukkig nog heel veel jaren te gaan. Dat hopen wij met z'n allen natuurlijk van harte. Dus ik zie daar trots iemand naast je zitten die dat instemmend bevestigt. We gaan snel door naar de volgende spreker. De voorzitter van het Hendrik Muller Fonds, professor Allard Lubbers. Dames en heren, beste Loes, de naam Hendrik Muller is al een aantal keer gevallen vanmiddag. En het leek me goed om iets over Hendrik Muller te vertellen en over het fonds dat hij heeft ingesteld. Hendrik Muller is geboren in Rotterdam in 1859 in een familie van kooplieden en geleerden. Tot zijn 33ste dreef hij handel met de Afrikaanse Oost- en Westkust. Door ziekte en problemen van persoonlijke en zakelijke aard, volgens mij had hij gewoon ruzie met zijn familie gekregen, werd hij gedwongen afscheid te nemen van de handel. Hendrik Muller stortte zich vervolgens op de wetenschap en promoveerde in 1894 in Duitsland op een etnografische studie met betrekking tot Zuidelijk Afrika. En daarmee voltooide hij zijn derde boek in een reeks over Zuid-Afrika.
Vervolgens kwam hij terecht in het diplomatieke circuit. Hij werd consul voor de Oranje Vrijstaat en later consul-generaal. Oranje Vrijstaat was destijds een onafhankelijk land in Zuidelijk Afrika dat geregeerd werd door Nederlandstalige boeren. Op enig moment raakte Oranje Vrijstaat betrokken in de boerenoorlog met de Engelsen. Het consulaat van Hendrik Muller in Rotterdam werd ten tijde van de boerenoorlog het buitenlandse centrum van waaruit Oranje Vrijstaat acties ondernam voor internationale hulp. Hendrik Muller reisde met zijn vurig pleidooi de hele wereld af. Zwitserland, Noord- en Midden-Amerika. Hij sprak met president Roosevelt en met diverse Amerikaanse oud-presidenten. Maar de strijd werd tot Mullers grote teleurstelling in 1902 ten gunste van de Engelsen beslecht. Over Oranje Vrijstaat en over zijn reizen naar Amerika en Oost-Azië heeft Hendrik Muller 4 boeken geschreven. Muller was overigens buitengewoon productief. Hij publiceerde boeken en reisverhalen, opinierende krantenartikelen en geografische verhandelingen. Na de Eerste Wereldoorlog ging een oude wens van Hendrik Muller in vervulling. In 1919 werd hij benoemd tot gezant in Boekarest en daarna in Praag. Op 72-jarige leeftijd verliet hij de diplomatieke dienst om aan zijn laatste jaren in rust in Den Haag door te brengen. Hendrik Muller was een vurig patriot die trots was op de vaderlandse historie. In 1941 overleed hij en zijn vaderlandsliefde heeft hij onderstreept door het instellen van een fonds waaraan hij zijn aanzienlijke vermogen heeft nagelaten. Sinds 1941 verstrekt het Mullerfonds studiebeurzen aan getalenteerde studenten om de studie af te ronden of om zich verder wetenschappelijk te bekwamen. In dat kader verstrekt het Mullerfonds onder meer studiebeurzen om in het buitenland te studeren en te promoveren. Voorts verstrekt het Mullerfonds subsidies aan musea, kerken, gebouwen en molens om het Nederlands erfgoed in stand te houden. En tenslotte geeft het Mullerfonds financiële bijdragen om muziektalent te ondersteunen, muziekuitvoeringen mogelijk te maken en om kerkorgels te restaureren. Degene die meer willen weten over Hendrik Muller wijs ik graag op de biografie die in 2020 is verschenen en die is geschreven door Dick van der Meulen, de auteur van de biografie van Multatuli, waarvoor hij de ACO Literatuurprijs kreeg, en van Koning Willem III, waar van der Meulen de Liberus Geschiedenisprijs mee won. Ik heb voor Loes een exemplaar van de biografie meegebracht, dus die zal ik je straks overhandigen. En in de publiciteit rondom deze biografie ging het steeds over de zomer- en de wintervrouw van Hendrik Muller. Maar daarvoor moet u het boek in ieder geval zelf lezen. Ten slotte maak ik graag van de gelegenheid gebruik om de juryleden van de Hendrik Mullerprijs te bedanken. Want zonder uw inspanningen was het niet mogelijk om vandaag de prijs uit te reiken. En voorts dank ik de KNAW voor de samenwerking die al vele jaren bestaat. En waar we met heel veel tevredenheid en trots op terugkijken. Dank u wel. Hartelijk dank voor dit prachtig mooie inkijkje in de rijke geschiedenis van deze prijs. Volgens mij gaat het terug tot eind jaren 40, heb ik ergens gelezen. Maar daar wil ik graag straks tijdens de borrel, want we sluiten natuurlijk traditiegetrouw af met de borrel. Erg leuk om daar meer over te weten. En de mensen die hier ook vandaag spreken, de meeste daarvan, die zult u straks, als u wilt, nog even kunnen aanspreken tijdens de borrel. We gaan snel door naar de volgende spreker, want het is tijd voor de laudatio. En voor de mensen die wat verder afstaan van de academische wereld, dat is eigenlijk gewoon de lofrede. En daarvoor ga ik het woord geven aan professor Judy Messman. Zo, geachte aanwezigen. Hoe loodsen we tieners veilig door de puberteit? Dat is een vraag waar menigeen wel eens mee heeft geworsteld en of in de toekomst mee zal gaan worstelen. Want er gebeurt veel in de adolescentie. Lichamen maken een groeispurt, hormonen razen, sociale rollen veranderen en dit is allemaal nodig om volwassen te worden. Maar het kan ook misgaan. Depressies, eetstoornissen en angsten liggen op de loer. En ze kunnen in verkeerde handen vallen bijvoorbeeld of op het foute pad raken. Onderzoek laat zien dat de puberteit bepalend is voor het latere leven, of in ieder geval mede bepalend. Hier worden jongeren gevormd tot veerkrachtige, gelukkige volwassenen, of juist niet. Hoe we omgaan met onze pubers kan dus echt het verschil maken.
Deze cruciale opvoedvraag staat centraal in het werk van Loes Keizers, hoogleraar jeugd en gezin aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf het begin van haar loopbaan als onderzoeker heeft ze zich ingezet om jongeren verder te helpen. Jongeren en criminaliteit, jongeren en armoede, jongeren en hun ouders, jongeren en hun ouders tijdens corona, jongeren en sociale media, jongeren en uitstelgedrag, jongeren en romantische relaties. Haar publicatielijst is lang en vertoont een zeldzaam, constante en brede interesse. De laatste jaren heeft ze binnen haar interessegebied een nieuwe focus gevonden. Ze is vastbesloten om het instrumentarium waarmee we opvoedvragen beantwoorden te verfijnen en te verbreden. Ze wil algemene principes overstijgen, groepsgemiddelden aanvullen met kennis over de alledaagse werkelijkheid van individuele pubers en hun omgeving. Immers, niemand is lastig, mensen zijn verschillend en dat is lastig. En dus het onderzoeken waard. En zo is ook elke uitdagende relatie tussen een puber en zijn of haar ouders uitdagend op eigen wijze. Loes Keizers liet bijvoorbeeld zien dat waar de meeste pubers opbloeien naarmate hun ouders hen meer steunen, die steun voor een kleine groep juist ook wat te veel kan zijn. En die worden daar juist, zoals hier staat, chagrijnig van. Ik weet niet of dat in de wetenschappelijke publicatie stond, maar hoe dat soort verschillen precies zitten, daar wil ze meer van weten. Met haar vernuftige onderzoek wil ze nieuwe theorieën ontwikkelen over de dynamiek tussen pubers en hun omgeving. En ze zal niet rusten voordat die theorieën zijn vertaald in gerichte opvoedingsadviezen en e-health applicaties. Nu al zetten ze samen met psychiaters, psychologen, ontwerpers en de doelgroep zelf niet te vergeten de kleinschalige app Grow It op. Die maakt jongeren bewust van hun stemmingen en spoort hen aan met challenges om zichzelf op te vrolijken. Ga naar buiten, bak een cake, stuur een bericht aan iemand van wie je houdt. En de eerste resultaten zijn veelbelovend, begrijp ik. Met Loes Keizers is eigenlijk een nieuwe generatie jeugdonderzoekers opgestaan. Een generatie die zich niks aantrekt van grenzen tussen vakgebieden, die alledaagse technische snufjes zoals de smartphone omarmt om achter de voordeur te kijken bij gezinnen, en onderzoek eigenlijk dat eerder niet mogelijk was, maar nu heel mooi op de kaart staat. En voor wie de betekenis van fundamentele wetenschap is dat je er problemen mee kunt oplossen of voorkomen. Ook haar eigen vakgebied, de pedagogiek, zit in de puberteit, zei deze jonge hoogleraar tijdens haar oratie vorig jaar. En ook wij gaan een groeispurt maken, sprak ze stellig. Nou, daar heb je nog heel veel jaren voor. Geachte genodigden, die Dr. Hendrik Mullerprijs is bedoeld voor een mid-career onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van geesteswetenschappen of sociale wetenschappen in Nederland. Nog even over dat mid-career. Toen ik aan mijn kinderen van 22, 19 en 15 gisteren zei dat ik een prijs ging uitreiken voor een mid-career hoogleraar, zei ze mid. Toen moesten ze lachen. Wie begrijpt hier waarom ze moesten lachen? Ik zie dat. Onder jongeren betekent mid namelijk wow. Dat is een beetje mid. Dat is een beetje mid. Dus zij vond dat heel grappig. Ga je echt een prijs uitreiken aan iemand met een mid-career? Nou, om maar even aan te geven hoe je tussen generaties nogal wat misverstanden kunt krijgen. Loes Keizers publiceert in toptijdschriften en is een veelgevraagde keynote speaker op wetenschappelijke congressen, maar heeft ook een laagdrempelig publieksboek geschreven en houdt lezingen in zaaltjes door het hele land. Met haar aanstekelijke enthousiasme en grenzeloze creativiteit is Loes Keizer een rolmodel voor jonge onderzoekers. Zij verdient de Dr. Hendrik Mullerprijs dubbel en dwars en we reiken hem graag uit. Beste Loes, je was zelf nogal een dwarse puber. Daar heb je nooit een geheim van gemaakt. Ja, ik zie daar geknik en zijn het trauma nog maar nauwelijks te boven. Maar met jou is het meer dan goed gekomen. Je ouders hebben je wortels en vleugels gegeven, hè, zei een keer. En nu zet je je in om ook andere ouders en opvoeders te helpen hun pubers wortels en vleugels te geven. Wij wensen je veel succes bij dat avontuur, ook in het belang van toekomstige generaties. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding en veel succes in je verdere carrière. Dank u wel. Dank je wel, Judy, voor deze prachtige lofrede. We gaan zo meteen het formele deel afsluiten, maar niet voordat we de prijs overhandigd hebben. Dus ik wil graag uitnodigen de mensen die we al gezien hebben. Judy Mesman, Allard Lubbers en Marileen van Dochter om voor de overhandiging. Ik trek me even terug. Er is ook een fotomoment. Over enkele minuten gaan we dan naar Loes luisteren. Mag ik tussen jullie in?
Dank je wel. Merci. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel. Oh. Wat zo doen? Dank je wel, dank je wel. Ja, oh, sorry. Ja. En Loes, je mag zeker even terug naar je plaats om je spullen neer te leggen. Maar ik wil eigenlijk vragen of je bij mij komt staan. Want we gaan zo naar jou luisteren. Nogmaals, van harte met deze erkenning. We gaan luisteren en leren onder de titel Under Pressure naar een mentaal gezonde generatie. Want jouw doel is echt nogmaals die verbinding te versterken tussen de wetenschap en die kennis daar brengen waar mensen in de praktijk dat kunnen gebruiken. En bij de paneldiscussie straks gaan we ook de eerste stappen zetten om die samenwerking proberen verder te concretiseren. En nogmaals, daar gaan wij u daar als publiek ook bij betrekken. Maar voor nu is het woord aan de laureaat van de Hendrik Mullerprijs 2023, Loes Keizers. Geachte aanwezigen, KNW-leden, juryleden, bestuur van Hendrik Müller Fonds, beste collega's, lieve vrienden, familie, hier aanwezig. Dit ben ik, met mijn moeder, 25 jaar geleden. En ja, we hebben het een beetje zwaar. Mijn moeder en ik heb geen zin in een verplicht kiekje. En ik heb eigenlijk helemaal nergens zin in, want ik ben 14. En ik ben een puber. Ik heb allerlei negatieve gevoelens. Ik zit niet lekker in mijn vel. En ik heb al helemaal geen zin om daarover met mijn moeder te praten. Dat hebben we later goed gemaakt. Maar misschien herkent u dat wel van toen u zelf een puber was. Ervaarde u ook dat het zwaar was en dat er zoveel moest en dat u onder druk staat. En dat u misschien niet met uw ouders daarover wilde praten. En rolde u dan ook wel eens met uw ogen? Maar misschien waren uw ervaringen helemaal anders. We zijn allemaal uniek, we hebben allemaal ons eigen levensverhaal. Maar op de een of andere manier zijn wij hier allemaal samen toch volwassen geworden. We zijn er allemaal doorheen gegaan, die adolescentie. Een unieke overgangsfase tussen de kindertijd en de volwassenheid. En wereldwijd gaan jongeren hier doorheen. Het is een levensfase, zoals zojuist ook al werd gezet, met enorme sprongen. Lichamelijke groei, emotionele groei, sociale groei en cognitieve groei. Er moet van alles gebeuren om van kind volwassen te worden. Je bent al echt iemand, maar je bent ook nog in ontwikkeling. Dus laten we eens kijken, hoe gaat het met onze jeugd? Het korte antwoord is, dat hangt ervan af aan wie je het vraagt en aan welke bron dat je kijkt. Nederlandse jongeren worden nog steeds gezien als de meest gelukkige van de wereld, maar tegelijkertijd nemen mentale gezondheidsproblemen toe. Terwijl wij hier samen aanwezig zijn, hebben ongeveer 9 miljoen jongeren in Europa geestelijke gezondheidsproblemen. En meest voorkomend zijn dan angst en depressie. Vooralsnog tasten we als wetenschappers in het duister wat dat nu kan veroorzaken. En ook wat ertoe heeft geleid dat er recent een stijging lijkt te zijn in deze problemen. We weten wel dat de adolescentie, die leeftijdsfase tussen de 12 en 25, echt een gevoelige fase is voor de ontwikkeling van dit soort problemen. Want 75% van de problemen in de ontwikkeling die ontstaan al voor het 24ste levensjaar. Eigenlijk in de bloei van het leven. Wat is er nu aan de hand in de maatschappij? Is het de opkomst van sociale media? Schiet de opvoeding tekort? Of staan jongeren tegenwoordig veel te veel onder druk vanuit de maatschappij? Richten we ons te veel op prestaties? Of, zoals u misschien ook wel eens heeft gehoord, zijn onze jongeren snowflakes geworden? Als het een beetje te warm wordt onder hun voeten, dan smelten ze meteen.
Bij het eerste beste briesje waaien ze weg. Pluisjes, noemde iemand ze laatst bij een lezing. Nou, dat laatste idee, dat zou ik eigenlijk direct willen ontkrachten. Ten opzichte van 2019 zijn er op dit moment 47% meer zelfdodingsgedachten en pogingen onder jongeren. Er lijkt dus echt iets aan de hand. Het is niet alleen dat er meer wordt gepraat over emoties en dat we er meer open over zijn. Maar laten we starten met te ontrafelen wat er hier nu aan de hand is. Onze jongeren zijn onze levende toekomst. Als we willen begrijpen waar de wereld naartoe gaat, dan moeten we naar hen luisteren en dan moeten we kijken wat hen bezighoudt. Maar in welke wereld leven zij eigenlijk? Wat laten wij eigenlijk na? We hebben een klimaatprobleem wat op hen afkomt. Een vergrijzende samenleving en straks dan hebben wij allemaal kwaaltjes en kuurtjes. En daar moeten zij dan voor zorgen voor ons. Er is sociale ongelijkheid in de wereld. De huizenmarkt lijkt op slot te zitten voor deze generatie. Er komt nogal iets op hen af. Onze jongeren groeien op in een zeer complexe en snel veranderende wereld. En de snelheid van die veranderingen die neemt ook nog eens toe door technologische ontwikkelingen zoals AI. Filosofen en ook de beschouwers van de grote maatschappelijke structuren geven aan dat onze maatschappij is uitgegroeid tot een burn-out society. Waarin er meer druk ligt op jongeren, meer nadruk wordt gelegd op prestaties, waarin eigenlijk goed genoeg bijna niet meer goed genoeg is. Zoals de Red Queen in Alice in Wonderland zegt, je moet heel hard rennen om op dezelfde plek te blijven. En wil je vooruit gaan in deze maatschappij, in deze wereld, dan moet je 2 keer zo hard rennen. Jongeren voelen zich onder druk staan. En dat wordt ook bevestigd in wetenschappelijk onderzoek. In een recente meta-analyse, dat is een onderzoek waarbij meerdere studies naast elkaar worden gelegd, van 1986 tot 2016 is in kaart gebracht of 18 tot 25-jarigen denken dat ze perfect moeten zijn. En we zien hier een stijgende lijn. Steeds vaker zeggen jongeren in onderzoek dat ze het gevoel hebben dat ze perfect moeten zijn. Dat ze mooi moeten zijn en slim moeten zijn en ook nog sociaal moeten zijn. En dat is nogal een hoge lat. Maar wat nog veel sterker is toegenomen, is het gevoel dat ze denken dat ze perfect moeten zijn voor anderen. Dat als zij niet perfect zijn, mooi zijn, slim zijn, alles bereiken en het perfecte plaatje zijn, dat anderen dan niet van hen zullen houden. Dat ze er niet bij horen. Dat ze er niet mogen zijn. In project Awesome, onder leiding van Patty Valkenburg, hier aanwezig, en ook een aantal collega's hier op de derde rij, is in kaart gebracht wat deze maatschappij nu doet met het dagelijkse leven van jongeren. Wat ervaren zij qua stress? En dan schieten er 2 factoren heel duidelijk uit. Jongeren ervaren veel stress door school of door huiswerk. En ook door het gevoel dat ze heel veel moeten. Dat ze alles tegelijkertijd moeten doen. Ja, ze hebben ook een klein beetje stress van sociale media, maar ten opzichte van die andere factoren is dat minimaal. En stress van thuis of van hun eigen problemen of wat anderen van hun denken. Maar 2 factoren springen eruit. Prestaties en veel moeten. Het Zinklab van Evelien Kroonen heeft in kaart gebracht van wie dat ze die druk ervaren. En dan zie je ook dat die druk komt vanuit henzelf. Ze willen voor zichzelf dat het allemaal goed gaat en beter gaat en mooier is en sneller. Maar ook vanuit de maatschappij als geheel. Vanuit docenten, vanuit ouders, vanuit sociale media en vanuit vrienden. Het komt van alle kanten. De druk is hoog en vanuit alle kanten ervaren kinderen dat ze perfect moeten zijn. Dus het is eigenlijk best een consistent beeld met wat de filosofen beschrijven over deze maatschappij. Wat jongeren ervaren in het dagelijkse leven. De jeugd staat onder druk, terwijl ze nog alle tijd nodig hebben om op te groeien. Om een beetje te lummelen en te struikelen en dingen uit te proberen. Eigenlijk is het misschien nog wel verwonderlijker dat in deze maatschappij, waar de nadruk ligt op prestaties, het zo goed gaat met zoveel jongeren. Dat ze veerkrachtig zijn. En samen met collega's uit het hele land, en ik heb ook hier al aanwezig enkele gezien, doen wij onderzoek naar wat het nu nodig heeft om een veerkrachtige jeugd te hebben. Er zijn collega's die doen onderzoek naar de genetische invloeden op welbevinden, of naar hersenstructuren, naar trauma,
of naar sociaal-economische ongelijkheid, wat dat doet met jongeren. Maar samen proberen wij die puzzel te leggen. Wanneer zijn kinderen nou veerkrachtig? Hoe kunnen ze deze druk weerstaan? En sterker nog, hoe kunnen ze terugveren van moeilijke momenten en misschien zelfs er beter uitkomen dan dat ze vooraf waren? Nou, vanuit mijn vak voeg ik één klein stukje toe aan die complexe puzzel. Ik kijk naar de rol van de directe omgeving waarin jongeren opgroeien. Ouders, sociale media en vrienden. Want zoals Erasmus al opmerkte, mensen die worden niet geboren, die worden gevormd. We worden gevormd door de mensen om ons heen. Door alle mooie momenten die we met elkaar meemaken, zoals deze persoonlijk voor mij. En alle moeilijke momenten waar we elkaar doorheen helpen. Jongeren leven in een sociale omgeving. Omringd door ouders, door broertjes en zusjes, door klasgenoten, leeftijdsgenoten, vrienden, professionals, coaches, hulpverleners. Allemaal samen vormen zij de directe schil, de directe invloed en kunnen zij meehelpen om jongeren veerkrachtig op te laten groeien. In mijn werk kijk ik bijvoorbeeld naar de rol van de opvoeding. En dat doe ik samen met Team Adapt en Team Paradox. De hoofdvraag die ik beantwoord is, wat moeten ouders nu doen om dat kind veilig door die adolescentiejaren heen te loodsen? Zodat ze niet in de criminaliteit belanden, geen depressie ontwikkelen en eigenlijk optimaal kunnen opgroeien in ideale omstandigheden. Zodat ze kunnen opbloeien tot hun beste versie van henzelf. Zonder daar veel druk op te zetten. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar deze vraag. Ik ben zeker niet de eerste. Er zijn drie ingrediënten die 60 jaar onderzoek heeft laten zien. Wanneer doe je het nu als ouder goed? Nou, heel lang was het antwoord dat er drie ingrediënten zijn. Enerzijds hebben kinderen steun nodig van ouders. Warmte, betrokkenheid, een luisterend oor. Maar ze hebben ook nog regels nodig. Bijvoorbeeld dat je onder de 18 niet mag drinken. Dat je je telefoon 's avonds niet meeneemt naar bed. En als derde ingrediënt hebben ze autonomie nodig. Ze moeten aangemoedigd worden in hun eigen ontwikkeling. Dus het is niet de bedoeling, volgens deze theoretische kennis helpt het als je kinderen zelf keuzes laat maken, zelf wat laat uitproberen, maar hen begeleidt in die weg naar de volwassenheid. Dus niet het probleem afpakken van hen of als een curling ouders de ijsbaan gladstrijken, maar zorgen dat het kind zelf de kans en tijd krijgt om fouten te maken, te struikelen, te lummelen en daarvan te leren. Drie belangrijke ingrediënten werden aangetoond in 60 jaar eerder onderzoek, in duizenden studies. Maar er zijn ook wat vragen of die ingrediënten nu wel echt voor elk kind zo goed helpen. En dat is een hoofdvraag die ik in mijn onderzoek heb geprobeerd te beantwoorden in de afgelopen jaren. Maar om dat goed uit te leggen, moet ik u eventjes wat meer vertellen over hoe wij onderzoek doen, over onze methode. Over de statistieken die wij gebruiken, onder andere. Voor u die niet van statistieken houden, I'll be gentle. Het is een korte introductie in het paradigma achter ons vak. Want hoe doen we eigenlijk dit onderzoek? Hoe hebben wij nu als sociale wetenschappers ontdekt dat steun, regels en autonomieondersteuning zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Nou, dat hebben we dus niet gedaan door alle kinderen te interviewen in Nederland. We hebben ook niet achter elk kind aangelopen of bij hen allemaal in de klas gezeten om dat nauwkeurig in kaart te brengen. Nee, we hebben een slim trucje bedacht, namelijk door een steekproef te nemen. We kijken naar een selecte groep van jongeren, zeg 200-300 jongeren. We bestuderen hoe zij in elkaar zitten. En omdat het een goede representatie is van alle jongeren in Nederland, gaan we ervan uit dat wat we ontdekken in die steekproef, dat geldt voor alle jongeren. Hier heb ik zo'n steekproef. En om het wat te vereenvoudigen, heb ik hier 9 kinderen in mijn steekproef. Met deze 9 kinderen heb ik een onderzoek gedaan. En ze hebben vragenlijsten ingevuld naar hoeveel depressieve gevoelens dat ze ervaren en ook hoeveel steun dat ze ouders krijgen. Nou, dat had ik ook met interviews kunnen doen of met observaties, maar voor het gemak heb ik vragenlijsten gedaan. En
Dit kind, laten we er even Lauren noemen, heeft ingevuld hoeveel steun dat ze krijgt van de moeder en hoeveel depressieve gevoelens dat ze ervaart. Nou, een ander kind heeft dat ook gerapporteerd, Bastiaan. En zo hebben alle kinderen hebben ingevuld hoeveel steun krijgen ze nou van hun ouders en hoeveel depressieve gevoelens ervaren zij. En met statistieken op dit steekproefniveau kan ik dan berekenen dat er een negatieve correlatie is tussen hoeveel steun ouders geven en hoeveel depressieve gevoelens dat het kind ervaart. Bent u er nog bij? Mooi. Want wat we hier nu zien is dat de kinderen die meer steun krijgen van hun ouders, die ervaren minder depressieve gevoelens. En zo is lang geconcludeerd op basis van dit soort groepstatistieken dat als ouders meer steun geven, dat het dan beter gaat met het kind. Maar er is één belangrijke assumptie die aan dit nomothetische paradigma ten grondslag ligt. Wat hier aan ten grondslag ligt, is dat we ervan uitgaan dat elk kind precies hetzelfde op steun reageert. We krijgen zo een inzicht in het gemiddelde kind in het gemiddelde gezin. Maar wat nou als het ene kind helemaal niet zit te wachten op steun van ouders? Als dat ene kind helemaal niet wil praten met haar moeder, bijvoorbeeld. Omdat ze daar geen zin in heeft. Dan kan die goed bedoelde moeder dat wel allemaal proberen en blijven proberen. Maar dan wordt er alleen iets meer met de ogen gerold. Hoe het werkt in het gemiddelde gezin is niet hoe het werkt in elk gezin. En dit is een vraag die mij bezig heeft gehouden. Hoe kunnen we verder kijken dan dit groepsgemiddelde? Hoe kunnen we echt inzicht krijgen in hoe een individueel kind reageert op de omgeving, zodat we misschien in de praktijk maatwerk kunnen leveren? Hoe komen we verder dan dat gemiddelde en hoe gaan we naar het individuele gezin? Dat is best een uitdaging, want om een individueel gezin te bestuderen moet je meelopen met dat gezin. Zou je het liefste heel vaak inzicht krijgen in het dagelijkse leven? Nou, tot voor kort was dat eigenlijk onmogelijk, ondoenlijk om als wetenschapper met individuele gezinnen mee te lopen en zo nauwkeurig in kaart te brengen hoe die individuele kinderen functioneerden. Maar met de opkomst van smartphones kunnen we dat nu beter. Kunnen we dat dagelijkse leven echt in kaart gaan brengen? In het ADAPT-onderzoek door Anne Bulo en Savannah Boele meten zij 5 tot 6 keer per dag bij gezinnen wat het kind aan het doen is. We stellen vragen als, wat ben je nu aan het doen? Hoe voel je je? Ben je nu verdrietig? Ben je nu boos? En heb je contact gehad met je ouders? En waren ze ondersteunend of waren ze streng? En zo hebben we heel nauwkeurig per individueel gezin in kaart gebracht hoe dat kind zich voelt en gedraagt afhankelijk van wat de ouders doen. Nou, hier heb ik een kind, en dit zijn echte data. Hier is een kind 120 dagen gevolgd. Nou, wat je ziet is dat er sommige dagen zijn dat het kind een positief welbevinden heeft, die rode lijn. En sommige dagen is het welbevinden wat minder. Dat zijn de dagen dat het kind wat meer verdrietig is of wat meer chagrijnig. De opvoeding van ouders, de steun die de ouders gaven, die fluctueerde ook van dag tot dag. En met complexe tijdreeksanalyses kunnen we zo achterhalen dat bij dit kind zij zich iets beter voelt op dagen dat de ouders meer steun geven. Dit soort nieuwe type methoden, dus met smartphones in het dagelijkse leven meekijken en daar dan met complexe tijdreeksanalyses conclusies uithalen, dat heeft ertoe geleid dat we nu per individueel gezin kunnen zeggen hoe een kind reageert op steun van ouders. En wat blijkt dan als we dat doen? Dus als we er niet van uitgaan dat er een gemiddelde kind bestaat, maar dat elk kind echt anders is, dan zien we dat ook terug in de data. Ja. Wat Anne heeft ontdekt is dat wat we dus dachten altijd, ik begin even bij, wat we dachten is dat steun van ouders en warmte goed is voor een kind. Dus we dachten, hadden de aanname dat als ouders heel steunend zijn en warm, dat kinderen zich dan beter zouden voelen. Nou, dat vond zij ook voor 38% van de kinderen. Die ervaarden meer positieve emoties nadat ouders warmte gaven. Maar bij 43% van de kinderen, die reageerden daar amper op met hun welbevinden. En 19% van de kinderen in deze studie, die lieten precies het tegenovergestelde zien. Als ouders warm waren, dan hadden de kinderen daarna meer negatieve emoties. Beetje type Loes, zeg maar. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er grote verschillen zijn tussen hoe kinderen reageren op steun van hun ouders. Maar er waren ook zaken waarvan we een soort universeel ingrediënt hebben ontdekt.
Want toen we jongeren, 159 jongeren, 100 dagen lang elke dag vroegen om een dagboek in te vullen en alle credits voor Anne die hiervoor 3 maanden van haar leven heeft opgeofferd, ontdekte zij iets heel bijzonders. Ze ging per individueel gezin vaststellen hoe kinderen reageerden op autonomieondersteuning. En vond dat eigenlijk in bijna elk gezin. Er was maar 1 kind wat niet reageerde op autonomieondersteuning hoe we hadden gedacht. Dus juist door naar elk individueel gezin te kijken, hebben we toch een universeel ingrediënt gevonden. Namelijk autonomie ondersteunen. Luisteren naar het kind, meedenken met het kind en het kind proberen te begeleiden op de eigen weg in plaats van de route vooraf uit te leggen. Maar het is toch wel moeilijk. Want enerzijds wil je dus warmte geven en betrokken zijn en vragen stellen. Maar niet zoveel dat het kind geen autonomie meer ervaart. Want hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat het kind wel denkt, oh, ik mag hier zelf ook in de leiding zijn van mijn eigen leven? Ik ben niet het leven aan het leven wat mijn ouders willen dat ik leef. Nee, ik mag zijn en worden wie ik wil zijn. Terwijl je ook betrokken bent en ook moet loslaten. Nou, dat vraagstuk. Wanneer blijf je ernaast lopen en wanneer laat je los? We weten dat als je een kind wil leren fietsen, ja, je kan er niet altijd langs blijven lopen tot ze 20 zijn. Ergens moet je loslaten en vertrouwen dat ze wiebelend en wel de weg wel vinden. Nou, dat vraagstuk, daar gaan Celine Henneveld en Rick van Lochem de komende jaren mee aan de slag. Wanneer laat je los? Wanneer geef je steun? En hoe doe je dat dan goed? Zij gaan niet alleen nieuwe theoretische ideeën testen, maar ook de methode verder ontwikkelen. En ook opvoedinterventies maken die hierbij aansluiten. Die echt ouders helpen met op de goede manier de steun geven, zodat de autonomie ook wat ondersteunt. Nou, er is dus een hele hoop te zeggen over opvoeding. Maar ja, jongeren hebben niet alleen ouders om hen heen. Tegenwoordig hebben ze ook flink aantal uren per dag hun vrienden in hun hand, namelijk via de smartphone. En samen met Patty en het hele team Awesome doen we al jaren onderzoek wat de invloed is van sociale media op het welbevinden van kinderen. Nou, en wat Ine Bijens hier aanwezig ook heeft ontdekt, is dat ook dat daarin elk kind uniek is. Dus na het gebruik van sociale media had 46% juist meer positieve emoties. Ze voelden zich blijer, gelukkiger. Maar 10% voelde zich slechter. Dus ook hier, je kan niet echt zeggen sociale media is goed of slecht. Bij het ene kind lijkt het positieve effecten te hebben en bij het andere kind lijkt het negatieve effecten te hebben. Al heeft ook hier Teun Siebers laatst ontdekt dat bijna alle kinderen worden afgeleid door de sociale media. Dus ook hier zijn er algemene factoren, maar ook echt specifieke factoren. Elk kind is anders en we kunnen niet afhankelijk van met data die gaan over het gemiddelde kind precies begrijpen hoe dat ene unieke kind werkt en in elkaar zit en reageert op de omgeving en wat dat kind nodig heeft. En wat we dus vaststellen is dat mentale problemen toenemen, dat jongeren onder druk lijken te staan. En wat dat onderzoek laat zien is dat we eigenlijk 2 typen verklaringen nodig hebben. We hebben algemene factoren, universele mechanismes die eraan bijdragen hoe iemand opgroeit. Maar we hebben ook unieke inzichten per mens nodig om echt te begrijpen hoe je een individueel kind kan helpen. Want als je alleen maar je conclusies baseert op het algemene gezin, dan snap je hoe dingen werken op populatieniveau. Maar dan weet je nog niet welk advies je dat individuele kind of die individuele ouder of die individuele professional zou willen geven. Het is een stuk gedetailleerder geworden, de kennis, maar niet per se makkelijker. En ik vind deze kennis, als wetenschapper ben ik natuurlijk gefascineerd door deze kennis. Want met die nieuwe methode lijkt het wel alsof ik een soort nieuwe blackbox heb opengetrokken. Waarbij ik nu echt per kind kan kijken hoe alles op elkaar inwerkt. En ik vind dat prachtig dat we die kennis met elkaar mogen verzamelen, met alle wetenschappers in het land en in de wereld, dat we die nieuwsgierigheid mogen volgen. Maar voor mij is ook altijd een vraag, wat kunnen we hier nu mee? Nu we dit allemaal hebben ontdekt, hoe kunnen we nu deze kennis die we hebben inzetten om het leven van jongeren nu al een beetje beter te maken? Maar voordat ik meteen nu schiet naar het bieden van mogelijke oplossingsrichtingen, wil ik met u stilstaan bij
Wat voor type wetenschap hebben we eigenlijk? En wat zou de rol van de wetenschap in de praktijk en in de maatschappij kunnen zijn? Zoals ik al zei, wetenschap is fantastisch. Wij mogen onze nieuwsgierigheid volgen. En er zijn vandaag vele wetenschappers in de zaal waarvan ik ook weet dat dit hen drijft, elke dag. Ik weet niet of u dit herkent als wetenschapper, maar ik voel me altijd een beetje een Alice in Wonderland. Ik val in dat konijnenhol, ik kom gekke mensen tegen, leuke mensen. En samen gaan wij puzzelen en experimenteren en zoeken wij antwoorden op belangrijke vragen. Maar hoe leuk wetenschap ook is, dat nieuwsgierigheidsgedreven fundamentele onderzoek, als er geen stip op de horizon is, als er geen vlag is of een weg waar we naartoe lopen, of een maatschappelijk probleem waar we onze ogen op richten, dan is ook elke richting oké. En wat we nu zien in de praktijk is dat het soms decennia duurt voordat kennis terechtkomt in de praktijk. En dat moet sneller kunnen. Er is namelijk ook een ander type onderzoeker die zich meer richt op impact. Een doener, een Dorothy uit The Wizard of Oz. Ik weet niet of u het verhaal kent, maar Dorothy heeft dus best een behoorlijk probleem. Dorothy woont in Texas en een tornado heeft haar huis weggeblazen. En ze wil naar huis. En ze komt in een vreemde wereld, in het land van Oz. En daar moet ze op zoek naar een oplossing, want ze wil naar huis. En samen met haar interdisciplinaire team, de leeuw en de robot en de vogelverschrikker, gaat zij maar gewoon lopen. Zij volgt die gele weg. Op zich goed gedaan, goed gewoon gaan lopen, want anders kom je niet bij een oplossing. Alleen het jammere is nu dat als zij bij die Wizard of Oz komt, dan blijkt het gewoon helemaal geen wizard. Ze heeft per ongeluk al haar energie en krachten ingezet en allemaal obstakels overwonnen om bij een FOP-oplossing uit te komen. Hadden zij dus eigenlijk maar in dit stoere interdisciplinaire team een echte Alice aan boord gehad? Zo eentje die de hele tijd vraagt, zitten we nog op de goede weg, jongens? Wat is er eigenlijk aan het einde van die Yellow Road? Moeten we niet toch even hier rechtsaf en een beetje wat vragen stellen met elkaar en reflecteren, ho even, gaan wij wel goed? Dus zou het niet mooi zijn als die Dorothy, die doener, die impactonderzoeker, ook in het team een paar Alice'en heeft die altijd zegt, ho, wacht eens even, zijn we nog op de goede weg? Nou, dit is hoe ik hoop dat de wetenschap in de toekomst gaat voelen. Dat we echt Dorothy de doener en Alice de denker met elkaar kunnen verenigen. Zodat we tot betere oplossingen komen. En ik ben ook heel blij dat we dat mogen doen vanuit Rotterdam. Onder andere in de Convergence met de TU Delft en het Erasmus MC. Eigenlijk kunnen we het gewoon op z'n Rotterdam zeggen. We hebben niet alleen woorden nodig, maar ook daden. Nou, ik geef u heel graag een voorbeeld van wat dat type dit soort samenwerkingen kan opleveren. Want we kunnen natuurlijk als maatschappij wachten tot onze kinderen depressief worden, maar het zou veel mooier zijn als we dat kunnen voorkomen. En daar werk ik samen met collega's van het Erasmus MC Sophia aan, met Manon Hilligers en haar team. Als jongeren depressief zijn, dan is een van de aangewezen behandelingen is cognitieve gedragstherapie. Maar we kunnen natuurlijk niet voor alle jongeren een professional beschikbaar maken. Dat kan het systeem op dit moment niet aan. Dus samen met Manon en vele collega's hebben wij een applicatie ontwikkeld, een app, en samen met jongeren, waarbij ze een spel kunnen spelen en op de achtergrond krijgen zij cognitieve gedragstherapie. Meerdere keren per dag vullen ze in wat ze aan het doen zijn, hoe ze zich voelen, en zo ontdekken zij hoe zij als uniek mens in elkaar zitten. Hoe ze zich voelen als ze contact hebben met vrienden. Of ze zich beter voelen als ze op Netflix kijken met een dekentje op de bank, of juist minder goed. Als ze naar buiten gaan, wat het effect is op hun welbevinden. En hoe ze zich voelen als ze op school zijn ten opzichte van op de voetbalvereniging. Ze krijgen echt over zichzelf inzicht hoe ze zich voelen. En elke dag krijgen ze ook nog een challenge. Wij dagen hen uit om dingen te doen die ze spannend vinden. Om een aanzichtkaart te sturen naar een oma. Om een taart te bakken. Of om iemand spontaan een compliment te geven. Vonden jongeren trouwens de spannendste opdracht. Maar ze leren ervan. En de eerste resultaten zijn best veelbelovend. Evelien Dietvorst, die haar proefschrift nu afrondt, die toonde dat in de 3 tot 6 weken dat de kinderen onze app spelen, en er zijn nu ongeveer 3000 kinderen die hem hebben gespeeld, dat er een lichte toename is in emotioneel welbevinden.
Dus in de baseline, de eerste meting voorafgaand aan dat ze beginnen met het spel, hebben ze een wat lager welbevinden dan op de follow-up. Nou, dat zijn de eerste resultaten. We hebben dit nu 3 keer gerepliceerd. Dus we zijn hoopvol dat dit overeind blijft. Maar we zijn ook nog bezig met de randomized control trial, wat een gouden standaard is om deze effecten aan te tonen. En op deze weg gaan we dus in de toekomst ook verder. En een van de grote uitdagingen waar we voor staan is om dit soort applicaties die zijn ontwikkeld binnen de wetenschap te implementeren in de praktijk en in de maatschappij. Daar ligt echt nog een uitdaging en daar werken we aan. Maar technologie is natuurlijk fantastisch als het een oplossing kan bieden. Maar ik ben niet een tech-optimist die denkt dat we alles gaan vervangen met technologie. Want wij als mensen, als volwassen mensen, maar ook als jongeren, hebben unieke menselijke behoeftes. Behoefte aan intimiteit met elkaar. Aan een luisterend oor. Aan een goed gesprek, een echte dialoog. Dat wordt nooit vervangen door technologie. En een rapport van vorige week van de Nationale Jeugdraad laat ook zien dat de echte behoeftes zijn van jongeren een luisterend oor. Even iemand die meedenkt. Iemand die helpt, die steun geeft en begrip geeft. Maar iemand dus eigenlijk die je autonomie ondersteunt. Die jou laat zijn hoe je echt bent. Zometeen hebben we hier een panelgesprek met de kindertelefoon, met MindUs. En ik hoop dat we hier ook samen met deze mooie maatschappelijke partners verder op mogen doorpraten. Wat kunnen wij nu aan jongeren bieden? Hoe bieden we dat luisterende oor? Hoe bieden wij die steun? Tot slot neem ik u graag mee naar de vraag die mij persoonlijk in mijn levensweg al zo lang gewoon vastgrijpt, maar ook als wetenschapper mij drijft. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat wij met elkaar de druk op jongeren een beetje verlichten? Hoe loodsen we hen naar die weg naar de volwassenheid? Hoe doen we dat samen met wetenschap en met maatschappij? Onderzoek toont dat jongeren zich beter ontwikkelen als we hen helpen, als we hen steunen. Als we hen laten zijn wie ze nu al zijn, waarderen om wie ze zijn en aanmoedigen om te worden wie ze willen worden. En dan kunnen we eigenlijk allemaal hier vandaag al mee beginnen. Of u nu ouder bent of buurvrouw of sportcoach of professional of docent of opa of oma. U kunt vandaag al beginnen met vragen aan een jongere hoe het gaat. Niet welke cijfers ze hebben gehaald op school, maar echt hoe het met hen gaat. Hoe ze zich voelen, wat ze meemaken. Wij kunnen heel erg veel leren van jongeren, als we maar nieuwsgierig zijn. We kunnen hen leren en hen vertellen dat we er voor hen zijn en dat we zullen luisteren zonder te oordelen of te sturen. We kunnen hen laten weten dat ze er mogen zijn, precies zoals ze zijn. En dat ze niet iets anders hoeven te worden. Maar ook dat negatieve gevoelens nou eenmaal horen bij de adolescentiefase. Want het is hartstikke spannend om zulke grote sprongen te moeten maken. Naar zo'n grote middelbare school. Met zoveel vrienden om je heen. En je groeit en je ontwikkelt. En elke dag is de wereld weer een beetje anders. Die negatieve gevoelens die horen erbij en dat is helemaal oké. We kunnen hen laten weten dat het niet beter hoeft of sneller of mooier. We kunnen hen laten voelen dat we er echt voor hen zijn en hen ondersteunen. Dat is de weg die ik samen met u en ook met de maatschappelijke partners vandaag graag zou willen inslaan. En misschien kunnen wij samen met elkaar vandaag de eerste stappen zetten. Tot slot. Het ging zo goed. Mijn grote woorden van dank voor de KNAW en het Hendrik Müller Fonds voor deze hele eervolle prijs. Ik ben echt verheugd dat ik hier vandaag mag staan. Ook veel dank voor de jury en de juryvoorzitter hier aanwezig. Patty en Evelien, de wetenschappers en collega's en zeer gewaardeerde collega's die mij hebben genomineerd. De financierders van mijn onderzoek, de Convergence, NWO en de ERC. En dan natuurlijk de mensen. Want wetenschap is zo leuk omdat het team science is. En dat we het echt met z'n allen mogen doen. En ik vind het een grote eer en een hartstikke groot plezier om elke dag met jullie te mogen samenwerken. En elke ontdekking en elke oplossing, dat doen we echt met z'n allen. Dus collega's, team van Youth and Family, mijn Erasmiaanse thuisbasis. Wat fijn dat ik elke dag met jullie mag samenwerken.
Het Protecmi Consortium samen met de TU Delft. Ik leer ontzettend veel van verschillende disciplines, van die slimme data scientist en de ontwerpers. En het is een genoegen. Team Awesome, hier aanwezig. Het is altijd awesome als we samen zijn. En ook heel veel dank voor de Kindertelefoon en Mindus vandaag hier aanwezig. Wat fijn dat jullie ook dit initiatief steunen en dat we samen mogen optrekken. En Eigen Werk Theaterteam, jullie gaan zo meteen echt iets moois zien. Want als het gaat over jongeren, dan moet je daar niet alleen maar over nadenken. Dan moet je dat voelen en zij zullen jullie die ervaring geven. En tot slot Creative Desk voor het vormgeven van deze mooie dia's. Ik wil iedereen bedanken die in mij heeft geloofd, die mij wortels heeft gegeven en vleugels, die mij heeft laten dromen en die mij heeft gesteund in mijn autonomie en mij heeft geïnspireerd. Dank u wel. Misschien wil je nog heel even blijven staan, want wij gaan hier een kleine verbouwing uitvoeren. En dat duurt ongeveer een minuut, anderhalve minuut. En dat geeft misschien gelegenheid voor vragen. Dus ik zag ook allemaal mensen meeschrijven. Ik kom zo meteen met de microfoon naar u toe als u zo een vraag heeft. En ik dacht, misschien begin ik zelf even om het ijs te breken. Want ik ben natuurlijk ook vader, geen puber meer. Maar een van de dingen waar ik vaak tegen aangelopen ben, is de schermtijd. En toen keek ik naar de slide met 46% die zich goed voelt. Ik sta op de verkeerde plek. 46% die zich goed voelt nadat ze even in die online wereld hebben gezeten. Maar wat ik dan ook ervaar, als die kinderen dan ineens veel later het bedrijfsleven bijvoorbeeld ingaan, dat ze dus ook moeite hebben vanwege die verstoorde beloningsreflex eigenlijk. Hè? Dat lekker voelen dat je een like krijgt. Dus ik vroeg me eigenlijk af, moeten wij als ouders, wat is je advies als het gaat om die schermtijd, terwijl het aan de andere kant ook weer dat lekkere gevoel geeft? Ja. En dan ga ik zo daarna, steek alvast uw vinger op. Als u een vraag heeft, dan gaan we hopelijk luisteren naar een inzichtje misschien. Nou, ik hoop dat ik het goed verwoord, maar gelukkig zit Patty Valkenburg hier op de eerste rij. En samen hier met het hele team, awesome. Dus als ik gekke dingen zeg, dan corrigeren jullie mij eventjes, ja? Wat moeten we met die schermtijd? We zien dat jongeren echt substantiële delen van hun dag op schermen zitten. Wat Teun Siebels recent heeft ontdekt, is dat ook ongeveer een uur van de slaaptijd wordt afgenomen door schermtijd. En dat er veel jongeren zijn die ook, zeg ik het goed, Patty? Oké. Veel jongeren zijn die ook gedurende de nacht echt nog meerdere keren op hun telefoon zitten. Ik kan me voorstellen dat voor mentaal welbevinden goede slaap echt belangrijk is. Dus de telefoon mee naar de slaapkamer, dat zou wel eens een slecht idee kunnen zijn. Ja. Of je dat dan als ouder moet verbieden en of dat helpt, waarschijnlijk niet als je het zelf ook niet doet. Nee. Maar Patty, wil jij nog iets toevoegen? Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is een van de problemen. Maar wat ouders zich vaak niet realiseren, is dat telefoongebruik een van de moeilijkste opvoeddomeinen is om te reguleren. En dat komt omdat als je tegen kinderen zegt, je mag niet liegen, dat weten ze dat dat niet mag. En als je tegen kinderen zegt, je moet de tafel dekken, dan vinden ze oké, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Huiswerk maken hoort er ook bij. En dat zijn allemaal zaken die horen tot het morele domein of het conventionele domein. Dat zijn opvoeddomeinen die relatief makkelijk te reguleren zijn. Maar telefoongebruik, net als vrienden en net als kleding, dat beschouwen kinderen als het persoonlijke domein. En daar moet je als ouder van afblijven. En daarom is het zo ongelooflijk moeilijk om telefoongebruik te reguleren. En ik wens veel ouders ook alle succes. En ontzettend veel dank voor dit inzicht. Ik heb hulp van Hans hier verderop. Is er iemand met een vraag? We doen even snel één of twee vragen. Hier zie ik een hand en ik zie daar nog een hand ergens. Laten we hier beginnen, Hans. Met een blauwe trui. Ja, ik vraag me af hoe het zit met verschillen in etniciteit, cultuur en sociaal-economische klasse tussen kinderen van oorspronkelijk Nederlandse ouders en kinderen van Surinaams, Antilliaans, Marokkaans, Turkse ouders. We zitten hier met heel veel, zie ik weer opnieuw, veel witte mensen, waaronder ikzelf. Kunt u daar wat meer over zeggen, want ik mis dit dat. En ook eigenlijk de sociaal systeem waarin wij zitten. We hebben natuurlijk een systeem, een ideologie waarin we zitten. We noemen dat tegenwoordig het neoliberale systeem.
waarin zeg maar, de exacte wetenschappen veel meer nadruk krijgen dan de sociale en de geesteswetenschappen. Ja. Ik vind de wachtlijsten bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat heel veel jongeren zo lang moeten wachten om gewoon hulp en ondersteuning te krijgen. Want mede daardoor is waarschijnlijk dat zelfmoordpercentage ook hoger dan anders nodig zou zijn. Ja. Dus ik vind het allemaal heel mooi, al deze verhalen en dit feestelijke gedoe. Maar ik zie ook dat er enorm veel problemen zijn waar veel te weinig aan gedaan wordt. Ja, ik ben het heel erg met u eens dat het vreselijk is dat er zo lange wachtlijsten zijn voor jongeren in de GGZ. En eigenlijk ook onacceptabel vanuit het kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben recht op medische zorg. En dat betekent niet alleen dat ze recht hebben op medische zorg als ze een blinde darmontsteking hebben of een arm hebben gebroken. Maar ook als ze mentale problemen hebben. En we komen dat als maatschappij op dit moment gewoon niet na. Ik ben heel dankbaar en blij dat ook hier Mindus en de Kindertelefoon zometeen deelnemen aan het panelgesprek. Omdat ik denk dat dit hele hoopvolle, belangrijke maatschappelijke partners zijn die ook bijdragen aan een oplossing. Ja. Ik ben me als wetenschapper wel van bewust dat ik als wetenschapper dit probleem niet, ik heb niet de kracht om dit te veranderen, maar ik geloof wel in de kracht van samenwerking. En ik denk wel dat wij dat met elkaar kunnen. En daar gaan we vandaag ook met elkaar over spreken. Dan zijn er grote verschillen in Nederland tussen in welk gezin dat je wordt geboren, tussen sociaal-economische verschillen, maar ook culturele verschillen tussen gezinnen. Bijzonder genoeg, vaak wordt er gekeken naar het gemiddelde kind in een bepaalde cultuur of gemiddelde kind in een bepaalde sociaal-economische klasse versus het gemiddelde kind in een andere sociaal-economische klasse. En wat wij ontdekten was eigenlijk dat als je kijkt naar hoe elk uniek kind functioneert en hoe die wordt beïnvloed door opvoeding, dan wordt dat niet echt bepaald door de sociaal-economische klasse. Er zijn zulke verschillen tussen individuen dat we het niet goed kunnen verklaren aan de hand van het groeperen van mensen in klassen. Dus mijn aanname die nu en in toekomstig onderzoek gaan we dat ook nog verder onderzoeken met ook meer overrepresentatie van meer kwetsbare gezinnen in de samenleving. Maar mijn aanname nu is dat verschillen tussen kinderen onderling binnen een klasse of binnen een groep veel groter zijn dan de verschillen tussen het gemiddelde kind in de ene groep en de andere groep. Maar dat is wel nog iets wat we verder moeten uitpuzzelen. Maar het is een heel belangrijk aspect wat u aansnijdt. Ja, dank u wel. Dank voor uw vraag. Loes, ontzettend bedankt voor jouw prachtige, interessante lezing. Laten we nog één keer klappen voor Loes. En dan mag je nog even lekker plaatsnemen, want het is even tijd voor iets heel anders. Loes heeft het in haar lezing al even genoemd. We gaan kijken en luisteren naar een optreden van drie mensen. Een verhaal wat zich afspeelt in een gezin, twee ouders en een depressieve dochter. Waar we naar gaan kijken is een compilatie van theaterbureau De Kracht van Beleving. Wat de fuck is geluk? Ik had nooit gedacht dat ik WTF op mijn speaker notes zou schrijven. Maar daar is die dan. Dus het is wat dat betreft ook heel geestig om dat zo op deze manier in te leiden. En wat ik eigenlijk zo aansprekend vond wat jullie gaan doen is ook weer die boodschap. Namelijk om iedereen aan te sporen over die problemen die je ervaart. Want zo belangrijk is het dat we er niet alleen over praten, maar dat we ook in staat zijn om daar goed naar te luisteren. Want ja, zoals jullie zeggen, stil blijven, daar lossen we het niet mee op. Dames en heren, Peter Tiedens, Marieke van Wilde en Anne Meijer. Ik maar ongeboren.
en ineens alles leeg. Voelde de tijd maar schoon met een veeg. Tijd is oneerlijk, tijd met verdriet. Soms duurt het lang en soms ook weer niet. Kan niet meer tegen druk, ben een bak vol mislukt. Al mijn vriendschappen stuk, wat een geluk is het. Kan niet meer tegen druk, ben een bak vol mislukt. Al mijn vriendschappen stuk, wat een geluk is het. Kan niet meer tegen druk, ben een bak vol mislukt. Al mijn vriendschappen stuk, wat een geluk is het. Pap, ik ben bang. Wat ben je bang voor? Zeg maar, dat is goed. Bang voor een plein. Bang voor een spin, bang voor alles wat er nu. Ja, maar ik ben er toch. Kijk, bang zijn. Is het talent. Het leven is een wonder en daar begrijp ik het niet veel van. En niet begrijpen, dat kan heel erg vreemd zijn. Mijn ouders, die hebben het al zo druk. Ik vind het ook wel zielig voor ze eigenlijk. Ik bedoel, het is toch sneu dat je zoveel moeite doet om een kind te maken, om geld te verdienen, zodat het geen honger heeft en naar school kan. Mijn ouders, die wilden gewoon een kind. Die wilden een leuk kind. Die wilden een blij kind. En dan krijgen ze mij. En ik ben niet blij. En ik voel mij niet leuk. Dus al die moeite om te zorgen dat ik het goed heb en gelukkig ben. Oh, dat is toch sneu, hè? Dat ondanks dat alles, je kind er niet wil zijn. Maar ik vind dat sneu. Dus daarom val ik ze er niet mee lastig. Opvoedkundig principe. Je stopt op het niet, maar je doet het graag. Maar af wat je verdient, dat doet goed in dit geval. Therapie werkt voor geen ene meter. Als je zelf niks doet. Ik ben gewoon boos. Op mijn vijand, de wereld. En dat is voor mensen niet te begrijpen gedachten. Maar ja, ik ben niet te begrijpen. Dus laat mij maar. Maar zie me wel. Zie jij mij? Houd eens op met praten daarboven. Iedere dag hetzelfde liedje in die bovenkamer. Het is een soort radio in oorlogsstand. Ik kan niet eens beginnen te vertellen wat de stemmen zeggen. Het dreunt. Waarom doet iedereen als het allemaal prima is? Het dreunt. Ik weet niet zo goed hoe hierop te reageren. Nee. Oh, ik heb geen idee
hoe ik met dit meisje moet praten. Zij is lief en zij is stil en zij is op zichzelf. En kijk, zij zou graag iemand vertrouwen, maar ja, oh, ze is angstig. Oh. Hé, het is jouw eigen verantwoordelijkheid, hè, meisje. Wij kunnen jou niet helpen als jij zelf niet wil. Niet wil. Ja, niet wil. Niet wil? Ja, wil. Natuurlijk wil ze niet. Ze is een puber. Niet wil. Wil. Gestoord hallo. Ben je bang, schat? Bang zijn is een talent. Leven is een wonder. Begrijp je er niet veel van? Nee. En natuurlijk hebben we angsten. Hè? Onzekerheden. Gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Ja. Daar krijg je dan twijfel van. Nee. Maar waarom ga je nou zitten sussen? Waarom ga je nou een beetje diplomatiek zitten doen? Ik ben bang. Ik heb hulp nodig. Kom, waarom luisteren jullie niet nu ik echt zeg dat er iets aan de hand is? Ik ben ook maar mens. Ja. Ik weet ook dingen niet. Ja, maar jij weet hoe alles moet. Je bent mijn held. Je bent mijn vader. Ja. Ik haal mijn ogen op. Ik ben de tafel, de voetbal. Ik ben de vader van niks. Maar een echte man. Een volant. Hup. 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 Seer.
is het genoeg als ik wil leven? Is het genoeg als ik wil zijn? Dankjewel, Pieter, Marieke en Anne. Dank jullie wel. Dat kwam binnen op meerdere lagen. Dank jullie wel. Echt prachtig om te zien en te horen en ook van te leren, denk ik. U zit allemaal al vrij lang en ik wilde eigenlijk vragen of misschien Loes mij eventjes wil helpen. Ik zou je misschien alvast naar voren kunnen komen. Ja, kom er gewoon lekker bij staan. Dit hebben wij niet afgesproken, nee. Maar dat is even een energieoefening. Want je hebt een tijd geleden deed jij een oefening toen je in een zaal toesprak. Iets met een klik en iets met ademhalen. Oh, ik weet niet wat je bedoelt. Nou, dan ga ik het proberen en dan ga ik u even laten staan. Want wij gaan hier de boel verbouwen. Dat we zo meteen kunnen we gaan zitten. Als u even gaat staan, dan kunt u even uit die stoel. En even dat u straks de aandacht erbij heeft. En ik heb dit van Loes geleend. En ik denk als ik het doe, dan weet je het dan waarschijnlijk weer. Dan weet ik het wel, ja. Dus doet u eerst een ademhalingsoefening. En dat begint u met uw neus in te ademen, heel diep. Oh. En door uw mond uit te ademen. De tweede stap is, nu doet u met uw tong, maakt u dit geluid. Ja? En de derde stap, uit haar verhaal ook net, de rollende ogen. En wat zeggen we dan? Duh. Oké, dus dan gaan we een keer oefenen. 1, 2, 3. Duh. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. Goed, wij gaan lekker zitten. Inmiddels is het podium verbouwd. Ik ga zo meteen op deze stoel zitten. Misschien wil jij alvast plaatsnemen. En dan gaan we het panel aan u voorstellen. We gaan verdiepen. En we gaan nogmaals proberen die brug te slaan van de theorie naar de praktijk. Want dat is ook precies waar Loes het ook om te doen is. We hebben twee maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Eigenlijk de twee bondgenoten van Loes. Hij is pas 26 jaar, deed opleiding management en zorg aan de Hogeschool van Utrecht. Onderzoek, relatie tussen schulden en mentale problemen. Zijn missie, depressie, bespreekbaar maken. We moeten meer naar elkaar luisteren. Echt luisteren. Dames en heren, Amin Bakali. Zij is sociaal geograaf, bevlogen en naar eigen zeggen de onverbeterlijke verbeteraar. Na een lange loopbaan bij Natuurmonumenten, directeur van het CBF, is ze alweer bijna 5 jaar directeur van de Kindertelefoon. Met een van haar wapenfeiten, de Alles Oké-lijn. Dat is een supportlijn voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Dames en heren, Roline de Wilde. Welkom in dit panel. We gaan dit met jullie allemaal doen. Tenminste, dat hoop ik. Dat geeft wat meer dynamiek. Maar ook omdat we echt op zoek zijn naar inzichten, ideeën, inspiratie. Vanuit de verschillende hoedanigheden waarin u hier in deze zaal aanwezig bent. Maar misschien is het goed als we even beginnen wat nader kennis te maken met de organisaties die jullie vertegenwoordigen. Nou ben ik zelf uit de tijd ongeveer dat de Kindertelefoon werd opgericht. Daar ga ik zo meteen wat over vragen, hoe dat met enorme tijd ook is meegegaan en een superbelangrijke rol speelt. Maar MindUs is misschien een wat minder bekendere organisatie. Dus ik dacht misschien, Amin, kun jij kort iets vertellen over wat Stichting MindUs doet? Yes, nou bedankt sowieso voor de uitnodiging. Luus, nogmaals gefeliciteerd en ook bedankt dat je aan ons hebt gedacht en dat we samen onze missie kunnen nastreven. MindUs is een stichting die inderdaad nog niet heel lang bestaat, maar een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Wij streven naar een leefwereld waarin jongeren gehoord worden, die ruimte biedt aan zelf- en talentontwikkeling, maar laagdrempelig hulp in de leefwereld van de jongeren zelf. En daarom is het inderdaad ook zo belangrijk om die wetenschap met de leefwereld van de jongeren te verbinden. En dat doen wij door eigenlijk in 3 leefwerelden van jongeren die we samen met jongeren hebben gedefinieerd. Dat is de wijkvrije tijd, social media, online en het onderwijs.
En ik denk het belangrijkste wat ik over Stichting Mindtus wil zeggen, want ik kan wel heel veel vertellen, maar dan raad ik jullie allemaal aan om op onze website het actieplan te lezen. Maar het belangrijkste is dat eigenlijk alles wat we doen, doen we met, voor en door jongeren. En ja, een ander mooie, eigenlijk ook iets waar ik heel trots op ben, is dat koningin Maxima erevoorzitter is van Stichting Mindtus. Ja. En nou, ook de meest kritische bestuurslid, omdat het haar ook echt aan het hart ligt en ons ook heel scherp. En daar heb je ook al twee keer mee gesproken. Volgens mij de eerste keer in de coronatijd via een Zoom-verbinding, klopt dat? Ja, dat was inderdaad nog voordat Mindtus bestond. Zette ik me bij Stichting Mind in voor de Mind Your Academy. Okay. En daar gingen we langs scholen om het gesprek over mentale gezondheid te openen. En in die hoedanigheid dus toen als jongere uitgenodigd om met de koningin over het initiatief te spreken. Nou ja, en nu is ze erevoorzitter van een stichting waar ik me voor in mag zetten. En ook een SO'tje naar Frederik, directeur van Stichting Mind. Dus leuk dat je bent. Ik dacht al, ik zie daar een bekend gezicht zitten. Ik kom straks nog even met je kennis maken. Welkom, Frederik. Ja. Dank je wel. Geen dank. Roline, de kindertelefoon. Ja, ik zei het al even, dat is natuurlijk echt heel erg ingeburgerd door de jaren heen. De vele jaren dat de kindertelefoon actief is. Maar misschien kun je ons een beetje helpen in een context te schetsen waarin de kindertelefoon vandaag de dag vooral actief mee is. Ja, ook dank Loes en nog gefeliciteerd en heel fijn om hier te zijn. Ja, de kindertelefoon bestaat volgend jaar alweer 45 jaar. In die tijd zijn wij best wel ontwikkeld van een zolderkamer hier in Amsterdam. Is ooit begonnen. En nu zijn wij een organisatie met 700 vrijwilligers, voeren ongeveer 1000 gesprekken per dag met kinderen. Tussen de 8 en de 18 hebben een forum waar kinderen elkaar steunen. Heel druk bezocht en heel belangrijk iets, de peer-to-peer support, zeg maar. En daarnaast hebben we in coronatijd gemerkt dat niet alleen kinderen het zwaar hadden, maar ook jongvolwassenen. En zijn wij dus ook begonnen met een supportlijn voor jongvolwassenen. En zijn eigenlijk vanaf dag 1, daarin werken inmiddels ook bijna 100 vrijwilligers, vanaf dag 1 heel goed gevonden de jongeren. En dat is enerzijds heel fijn. En anderzijds geeft dat ook aan hoe ongelooflijk belangrijk het is om te praten. Dus een aantal dingen, en we gaan het dus ook, die jij zei, kwamen mij helaas zeer bekend voor. Ja. Met wat wij horen. Het is tegelijkertijd denk ik wel ook heel mooi dat we merken dat puur luisteren naar ik denk naar iedereen, maar ik kan in ieder geval zeggen naar jongeren en naar kinderen al zo ongelooflijk veel doet. Ja. En dat kinderen daar vaak ook zo ontzettend blij mee zijn. En vooral het luisteren zonder belang. Zonder dat je iets van een kind wil of zonder dat je druk legt op een kind of een jongvolwassene. En dat is eigenlijk wat wij de hele dag doen. Elke dag zijn wij open en luisteren wij naar kinderen en jongvolwassenen. Dank je wel. Ja, Loes, wij zitten hier met deze mensen natuurlijk op jouw aangeven. Het zijn echt jouw bondgenoten. In jouw verhaal sprak je over The Wizard of Oz. Dat was een mooie beeldspraak. Maar ook het verlangen om die brug te slaan tussen de theorie en de praktijk. Hoe is het samen optrekken met deze bondgenoten, mensen uit de praktijk? Hoe is dat ontstaan en wat doen jullie op dit moment zoal? Nou, dat is eigenlijk nog vrij recent. We hebben vanuit Rotterdam hebben we wat strategische programma's. En eentje daarvan is Healthy Start. En samen met de TU Delft en met het Erasmus MC en Erasmus Universiteit komen wij in contact met maatschappelijke stakeholders. En ik geloof dat het op een van die momenten was dat wij elkaar spraken. En ik denk ook, Frederik, dat wij daar elkaar hebben ontmoet. In dat kader heb jij ook ooit hier op deze plek een fantastische lezing gegeven voor een groot zwaartekrachtenproject waarin we onderzoek doen. En elke keer als ik weer met een van jullie had gesproken, dan voelde ik me gewoon, kwam ik energiek thuis. Dan dacht ik, ja, wij hebben complementaire kracht. Ik kan theoretisch puzzelen samen met zoveel collega's en jullie spreken met alle jongeren. Dus jullie weten wat er echt speelt en ik kan het gaan onderzoeken en uitvinden. En misschien heb ik oplossingsrichtingen, maar jullie kunnen het implementeren. En zo, ja, eigenlijk uit enthousiasme jullie toch uitgenodigd hier om te kijken wat we samen met elkaar kunnen opzetten en hoe we echt die jongeren met onze kennis ook kunnen bereiken en het beter kunnen doen. Ja.
En daarom nogmaals de uitnodiging aan jullie zo meteen om mee te doen, misschien met ideeën die jullie hierover hebben. Amin, jij bent echt de project, want jij zit echt, zal ik maar zeggen, met je handen aan de ploeg of met de poten in de klei. Kun je ons een beetje inzicht geven hoe zo'n dag er voor jou uitziet als je vanuit jouw rol bezig bent met die verbindingsfunctie? Want dat is eigenlijk wat MindUs doet. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is een goede vraag. Ja, geen dag is hetzelfde eigenlijk. Dan sta je inderdaad voor een groep wetenschappers die jongeren te vertegenwoordigen en het verhaal van de jongeren te vertellen. Ja, en hoe zo'n dag eruit ziet, ja, nogmaals, elke dag is anders, maar inderdaad, elke dag ben je wel met jongeren in gesprek. Of ga je samen met jongeren naar een mooie plek om het verhaal verder te brengen en nog meer jongeren te inspireren. En dat is echt van... En dat zijn dan jongeren die weer jongeren helpen? Dus helpen jullie eigenlijk deze jongeren hun werk in de wijken beter te doen? Moet ik het zo zien? Ja, kijk, misschien kan ik wel een heel mooi, mooi voorbeeld geven over een laatste werkbezoek dat we hebben gehad op het paleis, waarin we 10 verschillende gemeenten hebben uitgenodigd om samen na te denken over hoe we integraal aan de slag kunnen gaan met de mentale gezondheid van jongeren in elke gemeente in Nederland. En een van de belangrijkste workshops die dag was jongerenparticipatie in elke gemeente. Ja. Nou, en toen hebben we inderdaad van een x-aantal gemeenten jongeren uitgenodigd die daar al jongerenparticipatie doen. En die gaan nu samen met elkaar aan de slag om weer andere jongeren en andere gemeenten te inspireren om aan de slag te gaan met jongerenparticipatie. En zo voor te zorgen dat jongeren ook echt inspraak hebben. En niet alleen af en toe worden gevraagd van, nee, kan je even mijn mening geven of een fotomomentje zoals ze het soms zelf noemen. Ja. Maar inderdaad echt inspraak kunnen hebben op... Ja. En jullie hebben ook als organisaties een band met elkaar. Hè? Kan jij daar, Roline, misschien iets over vertellen hoe dat werkt? Nou ja, het leuke is natuurlijk dat de aanvullendheid die wij hebben als organisaties, daar hebben we elkaar eigenlijk heel snel op gevonden. Hè? Dus en dat is heel mooi. Kijk, wij spreken dus heel veel kinderen. En proberen ook de signalen die kinderen geven, en jongvolwassenen terug te geven in de maatschappij. En jullie agenderen het belang van het onderwerp op heel veel verschillende manieren. En daarmee bundelen we eigenlijk onze krachten. En dat is denk ik heel mooi. En het is dus super gaaf, vind ik zelf, als we daar de wetenschap aan toe kunnen voegen. Omdat ik denk dat wat jongeren ons vertellen, als we naar ze luisteren, ongelooflijk belangrijk is om de veerkracht, waar ik dus ongelooflijk in geloof en die ik elke dag weer zie, hè, want dat vond ik ook zo mooi wat jij zei, dat ik denk echt dat die autonomie, die 99%, dat is wat wij elke dag ervaren. Dat als je echt luistert naar wat er aan de hand is, en ik denk dat jullie ervaring ook is, hè, dat je dan, dat geeft altijd kracht, waar je ook als kind of jongere in zit. En het is zo ongelooflijk belangrijk dat een kind zelf die kracht ervaart, ja, om dan een stapje te zetten. En ik denk dat wij daarin samen veel meer kunnen bereiken dan in ieder geval wij alleen. En ook wij samen, die natuurlijk al heel veel doen. Maar ik ben daar echt heel erg enthousiast over. Ja. Is jou, ik zit even naar mijn lijst te kijken. De jongens van de regie waren zo vriendelijk om even op die stellingen voor ons op een rijtje te zetten. En wat je nu zit te vertellen, Rolien, doet mij denken aan een van de stellingen. Dat ging over in welke mate jongeren veerkrachtig zijn, hè? En daar bleek, en ik lees het even op, dat 34% van de mensen in de zaal was het met die stelling 1. Hè? Dus jongeren zijn minder veerkrachtig vandaag de dag. En ja, 23% had daar eigenlijk niet echt een mening over, misschien omdat men het gewoon niet goed weet. Wat kun jij zeggen over de veerkracht van jongeren zoals jullie dat ervaren in jullie interacties met die doelgroep? Ja, ik ben daar heel erg positief over, de veerkracht van jongeren. En gelukkig maar. Maar dat is ook wat wij echt merken. Dus wat ik net zei, dus als je echt de moeite neemt om te luisteren naar waar de jongen of het kind mee zit. Doorvraagt zonder een bepaalde richting in te duwen. Maar gewoon van, wat kan jij nou, wat wil jij nou? Wat zou voor jou een stap zijn? Of wil je alleen je verhaal kwijt? Wat overigens ook ongelooflijk belangrijk is, kan ik niet vaak genoeg benadrukken, dat het soms echt genoeg is voor een kind of een jongere om gewoon te vertellen. Dat merk je net ook weer fantastisch neergezet hier. Gewoon alleen maar te vertellen hoe het met je gaat. En die kracht, die geeft zoveel kracht bij een kind en jongere. Ja, ik denk dat we daar... Ik denk dat wat in onze maatschappij aan de hand is, dat we dat veel te weinig doen. Ja. Dat we veel te veel zenden en veel te weinig eigenlijk vragen.
Ja, want Amine, ik kan me in dit verband herinneren dat jij in ons voorbereidende gesprek ook zei dat we misschien wel de waarde zijn vergeten van het geven van tijd aan elkaar. En nogmaals, omdat jij ook in die praktijk zit, wat zijn dan zeg maar de tips die wij allemaal, waar wij iets mee zouden kunnen om echt die aandacht te geven? Want we denken vaak dat we aandacht geven, maar misschien doen we het toch op een verkeerde manier. Hoe kunnen we dat beter doen? Wat hebben die jongeren dan nodig om dat zo te voelen? Een hele goede vraag. Wat wij vooral van jongeren terug horen is dat ze heel snel het verschil merken wanneer iemand luistert om maar een antwoord te geven of wanneer iemand luistert om je echt even te horen. Ja. En dat gaat soms ook wel tot zelfs zien. Ze zeggen soms, ik wil me gewoon even gezien voelen. En dat gaat veel verder dan alleen even luisteren om te reageren of om gewoon te vertellen hoe jij erover denkt. Maar soms is gewoon even luisteren, even de tijd geven. Want tijd is het enige wat je nooit terugkrijgt. Dus het is heel bijzonder om tijd te geven. En dat is bij jongeren ook echt zo. Die voelen dat ook van, als je echt oprecht de tijd neemt voor me, dan is dat vaak ook genoeg. En ik wil gewoon even reageren op het stukje weerbaarheid van jongeren. Is dat wij vooral merken bij de jongeren die wij spreken, en dat is echt door heel Nederland en ook echt een breed scala aan jongeren, is dat jongeren ook heel erg op zoek zijn naar handvatten die we ze kunnen bieden, zodat ze kunnen werken aan hun eigen weerbaarheid. En niet dat het per se is van, je kan naar diegene toe of je kan naar dat initiatief toe. Soms willen ze ook het hef in eigen hand houden van, geef mij gewoon de juiste handvatten om te werken aan mijn eigen veerkracht. En dan fix ik het wel. En als ik echt hulp nodig heb, dan weet ik dat vinden. Maar dan is het wel fijn dat ik weet waar ik het kan vinden. En wat voor soort handvat moet ik dan aan denken? Het kan beginnen bij dat het normaal is om je soms niet oké te voelen. Ja. Dat is eigenlijk toen we de naam Mind Us hebben bedacht. Toen we dus 50 jongeren samen hebben gebracht in het stadion van FC Utrecht. Is er ook een quote die ons eigenlijk altijd bij is blijven hangen. Ik denk ook wel bij Frederik. Dat een jonge dame zei van, het is voor mij belangrijker om normaal te zijn dan gezond. Ja. Dus als het zeg maar normaal is om ongezond te zijn, is dat voor mij ook goed. Ja. Dat kan soms al genoeg zijn om te laten zien van, je bent niet de enige. Ja. Maar ook het veilig gevoel kunnen geven van, weet dat je hier en hier hulp kan krijgen wanneer je dat echt nodig hebt. Dus ook wel het gevoel hebben, er is wel een vangnet als ik echt hulp nodig heb. Dankjewel. Rolien, wil je daarop reageren? Ja, misschien wel leuk om daar even op in te haken. Wij merken inderdaad dat als je gewoon, wij analyseren dus zeg maar geanalyseerd uiteraard de data van de gesprekken die wij voeren. En daar komen eigenlijk drie hoofdvragen uit naar voren. En dat is, ben ik de enige? En inderdaad een waanzinnige opluchting om te merken dat dat vaak niet zo is. Ja. Ben ik wel normaal? En dan ook weer een opluchting als blijkt dat het normaal is dat je ze nu dan even niet zo lekker in je velletje zit bijvoorbeeld. En hoor ik er wel bij? En dat zijn eigenlijk hele universele dingen die we terug horen. En dat is ook het belangrijke van wat ik zei net. Van als daar even ruimte voor is, dan komt er heel veel kracht naar boven. En dat is denk ik iets wat wij met z'n allen veel meer moeten aanspreken. Ja, en ik heb jullie geïntroduceerd als bondgenoten van Loes. De samenwerking is ook nog redelijk vers. Dus ik ben eigenlijk benieuwd, Loes, waar ligt de ambitie? Waar zijn de behoeften? Wat heb je nodig? En de uitnodiging ook nu aan de zaal. Hans, collega, die staat ook met een microfoon. Dus als je zo meteen iets wil vragen of opmerken of toevoegen aan dit gesprek, doe vooral lekker mee. Vinden wij hier vooral heel erg fijn. Maar Loes, misschien kun jij ons een beetje op weg helpen. Ik denk, waar we voor staan, om terug te komen op de vraag, zijn kinderen nu minder veerkrachtig of meer veerkrachtig? Ik denk dat ze het ontzettend goed doen in een maatschappij die niet zo puberproof is. Het is toch een maatschappij waar veel nadruk wordt gelegd op prestatiedruk, er goed uitzien, mooi uitzien, terwijl kinderen tijd nodig hebben om te lummelen, om te struikelen, om te proberen en exploreren. En wat jullie ook benadrukken, het is belangrijk dat meerdere partners in de maatschappij er voor jongeren zijn, naar hen luisteren, maar ook dat jongeren weten dat ze bij volwassenen terecht kunnen. Emoties zijn heel erg persoonlijk. Misschien wel net zo persoonlijk als de mobiele telefoon. En dat is dus niet per se iets wat je altijd met je ouders wil bespreken in de puberteit, omdat je ook los aan het komen bent. En dat betekent dat om dat kind heen de voetbalcoach, de docent, de buurvrouw, de tante, de kindertelefoon, de influencer, dat die allemaal een rol hebben om dat kind heen te gaan staan en te stutten en te begeleiden naar de volwassenheid. Wat ik
terugzie in rapporten, maar ook door met jongeren te praten, is dat zij niet altijd het gevoel hebben dat ze bij andere volwassenen terecht kunnen. Want ze zijn al zo druk en ik wil hen er niet mee lastigvallen. En wat zou het mooi zijn als wij allemaal met elkaar hier, maar ook in samenwerking met elkaar, uit kunnen dragen dat we er wel zijn voor hen. Dat wij wel naar hen luisteren, dat we geen oordeel hebben, dat je gewoon even onze oren en onze schouders mag gebruiken. Omdat we weten dat het af en toe wel eens een beetje rommelig is en spannend is en niet zo leuk is om te puberen en wakker te worden met puistjes op je gezicht. Het is gewoon niet altijd leuk. Ja. Maar wij kunnen wel dat daarna luisteren en die oren geven en die tijd geven. Ik vind het mooi wat je zegt, die tijd is zo kostbaar. Maar weten jongeren dat wij dat voor hen willen doen en stralen we dat uit? Nou, als we daar en dat die grote ambitie, dat sociale cement met elkaar mogen herstellen, dat alle kinderen in Nederland, ja, ik zet maar even hoog in, hè, want we hebben hier veel wijsheid in de zaal, dat we alle kinderen in Nederland over een tijdje zeggen, ik weet dat ik met mijn verhaal gewoon even bij iemand terecht kan, even stoom afblazen, het ventiel openzetten, even de druk eraf, dan zou ik echt een heel blije wetenschapper zijn. En, dit, en blij mens, ja. Eigenlijk wel. En dit is volgens mij ook een mooie uitnodiging naar het publiek. Hans staat daar met de microfoon. Wie wil er een vraag stellen of even reageren? Zit hier een dame vooraan? En dan kan ik nog even andere handen zien, want dan houden we dat even in de gaten. Daar een dame in een oranje trui en ik zag er nog eentje achterin. Nou, dan doen we eerst deze twee even. Gaat de gang. Ja, nou, misschien kunt u even vertellen wie u bent. Ja, ik ben Maaike Bartels. Ik ben hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit. Collega van Loes. Zijn er veel wetenschappers in de zaal? Maar ik zou heel graag van Rolien en Amin willen horen, wat hebben jullie nou van ons nodig? Wij doen van alles, we zijn er altijd heel druk mee en produceren van alles, wat mooi eindigt in een publicatie. Nergens dus. Maar hoe kunnen we jullie nou eigenlijk pak in de echt bronla. Helpen? Mooie vraag, dankjewel. Ja, dat was voor jou, Amin. Ga je gang. Nou, wat ik echt, denk ik, heel erg fijn zou vinden, is wat ik net al zei. Wij proberen de data die wij dus opdoen te analyseren. Wij zijn natuurlijk een organisatie met heel veel vrijwilligers, maar relatief weinig betaalde krachten. Dus we hebben letterlijk één medewerker die onderzoek doet op onze data. En dat is vrij unieke data, want dat is namelijk wat kinderen ons vertellen. Wij vragen ze niks. Dus dat is echt ongelooflijk aanvullend op onderzoek. Want onderzoek, je vraagt natuurlijk. Hè? En je doet een steekproef wat je zo maar, en dat moet dan representatief zijn. Wij weten bijvoorbeeld helemaal niet hoe representatief zijn de jongeren die met... Dat weten we niet. Dus ik zou heel erg graag samenwerken met wetenschappers om meer inzicht daarop te krijgen. Ook, kijk, bereiken wij iedereen eigenlijk wel? Maar ook als wij signalen naar buiten brengen... In hoeverre is dat bijvoorbeeld hetzelfde signaal wat jullie uit wetenschappelijk onderzoek halen? Of is het anders? Allebei super interessant, denk ik dan. Hè? Of het nou hetzelfde of anders is. Dus daarin veel meer de wetenschap en de praktijk van wat kinderen ons vertellen. Want daarin zijn wij denk ik vrij uniek in Nederland. En jongvolwassenen. Om daarmee ook de signalen krachtiger eigenlijk naar buiten te brengen. En de wetenschap daarmee inderdaad ook dichter bij de maatschappij te kunnen brengen. Dat lijkt mij persoonlijk heel fijn. Dat is uitvoerbaar. Kunnen we helpen. Heel belangrijk. Dankjewel voor de vraag. Dan is daar achter iemand met een oranje trui. Vertel ook even wie je bent, alsjeblieft. Dame met de oranje trui. Nee. Noortje Habets, sociaal ontwerper. Ik hoorde ook aangaande de eerdere opmerking een vraag uit de linkerhoek. En nu de dingen die gezegd worden over... wij moeten dat luisterend oor bieden en die schouder bieden voor de jongeren. Aan de andere kant ook... ze willen handvatten hebben om er zelf mee aan de slag te kunnen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie zien als wiens verantwoordelijkheid is die het mentale welzijn van de jongeren. Moeten we systemisch veranderen? Gaat ons politieke klimaat ons misschien wel helemaal de verkeerde kant op helpen? Moeten alle volwassenen beter opgeleid worden in het bieden van een luisterend oor? Waar zien jullie die verantwoordelijkheid? Brede vraag, wie pakt hem op? Nou, ik vind dat een hele mooie vraag. Ik ga nu iets heel gemeens doen, want ik ga zelf heel kort antwoord geven. En dan wil ik toch wel heel even vragen of Frederik ook een korte reactie wil geven, omdat hij hier altijd een heel mooi, een hele mooie visie op heeft. Ja, Frederik, maar wat zit daar rechts in het midden? Ik denk altijd dat iedereen weet wie Frederik is. Ja, dat is Frederik. Dat is allemaal. Ja. Ga je gang, Amin. Nee, maar wat ik...
wil zeggen, en dan geef ik voor de V, is mentale gezondheid is van ons allemaal. Ja. En dat maakt het ook zo lastig soms. Ja, ik denk dat Emmy mij altijd veel te veel eer geeft. Ik moet gewoon nooit meer komen als hij er ook is. Ik ben dus Frederike, ik ben de directeur van Mindus. Wij merken dat jongeren ons op heel veel niveaus vragen om actie te ondernemen. En dat kan je niet stoppen in een hoekje van VWS, OCW, SZW of opvoeders. We zien heel nadrukkelijk dat dat luisterend oor zo dichtbij mogelijk nodig is. Dus dat betekent de supported trusted adults. Dus dat is eigenlijk iedereen die jongeren in zijn omgeving heeft. Dat is de maatschappij, dat moeten we allemaal gaan doen. En daarin kan je nog iets meer vragen van de mensen die dat ook vanuit hun vrijwilligersfunctie of beroepsmatig doen. Dus docenten, vrijwilligers bij de scouting, bij de voetbal, de trainers, et cetera. Iedereen die echt met jongeren echt actief is, die kan je natuurlijk nog iets meer vragen. Jongens, zorg dat je dat luisterend oor bent. Zorg dat je vaardig bent en ook heel vaak over iets van jezelf heen stapt om dat gesprek te starten. Want bij Roline, bij de kindertelefoon, merken we dat jongeren zelf de telefoon pakken of de chat pakken. Ik ben altijd erg onder de indruk, want dat vraagt heel wat om die drempel over te gaan. Ja. En jongeren vragen eigenlijk, waarom moet ik het initiatief nemen? Heel vaak zie je het toch wel aan me, als ik met mijn ogen rol. Een paar keer te laat kom. Ja. Of dat het niet zo lekker met me gaat. En waarom moet ik dan het initiatief nemen? Waarom is de volwassene niet degene die uit de eigen comfortzone stapt en zegt, hey, ik zie het. Ja. Wil je erover praten? Dus dat zijn de samenlevingsvraagstukken. Ook bedrijfsleven heeft hierin iets te doen. Die leggen ook weer heel veel druk om te presteren, om het mooiste plaatje van jezelf te laten zien, om te consumeren, het onderwijs, dus eigenlijk iedereen. En ik wil nog één ding nadrukkelijk zeggen. Jongeren vragen dus heel erg, en dan hou ik op met praten. Jongeren vragen heel erg om te leren over veerkracht. Wat is nou verstandig? En zoiets eenvoudigs, Patty had het er net al over, dat slaap echt iets heel erg waardevols is om je lekker te voelen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat jongeren staan daar gewoon amper bij stil. Hoe belangrijk dat is, dat weten ze niet. Niemand die het ze vertelt. Nee. Het voorbeeldgedrag daarin. En het voorbeeldgedrag is niet goed. Ja. Bewegen, we sporten allemaal minder. Vriendschappen waar je echt het gesprek mee aan durft te gaan. Het zijn echt basisvaardigheden die met veerkracht te maken hebben. Die wordt ze te weinig meegebracht. Wat een prachtig uitgebreid antwoord. Is jouw vraag daarmee beantwoord? Ik zie mensen allemaal andere handen. En nogmaals, we gaan straks ook aan de borrel. Dus dat lijkt me een ontzettend goed idee. Maar ja, Amin die nam het even van mij over. Dus hij komt nu weer bij jou terug. Want de vraag kwam uit die hoek. En toen ging hij naar Frederik. Wilde je daar nog iets aan toevoegen? Ik wil misschien nog ook even terugreferen naar de vorige vraag. Om ook weer naar deze vraag te gaan. Van wat de wetenschap kan doen en waarom het zo belangrijk is. Dat inderdaad, mentale gezondheid van ons allemaal is. Dat we ook soms nog moeten leren om beide kanten op te redeneren. Ja. Om zo ook, want hoe meer het probleem bespreekbaar wordt gemaakt, hoe meer nieuwe dingen er ook komen. En hoe meer versnippering er ook komt. En hoe meer jongeren dan ook gaan denken, oh, nu wordt dit weer te veel. Waar moet ik nu heen? En ik denk dat enerzijds wetenschap heel goed kan helpen bij, wat werkt nou echt? En wat past nou bij de jongeren? Dat weet de jongeren zelf, wanneer het in de leefwereld van de jongeren past. Maar ook, wanneer werkt het ook echt volgens de wetenschap? Ja. Omdat ook een... ook en een match eigenlijk maken. Dat. En jongeren voelen zich daardoor dan ook, als jongeren zelf een initiatief hebben, en dan horen van, de wetenschap die zegt ook dat het klopt. Nou, dat hebben we wel eens een paar keer meegemaakt met Arne Popma, die onder ons bestuur zit. En dan zegt ze ook van, zie je nou? De wetenschap zegt dit ook. Dus, Ja, zo fijn een beetje die bewijslast achter je hebben in je argument. Ik zie daar iemand zat met de hand omhoog. Ik hoop dat de vraag nog actueel is. Ja zeker. Mijn naam is Irene en ik werk hier bij de KNW afdeling wetenschapsfondsen. En ik heb misschien een beetje een gemene vraag, maar ik vroeg me af, een van de stellingen was, mentale gezondheid of zorgen voor mentale gezondheid moet een vak worden op school. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Ja. Ook omdat je zag in de cijfers van de jongeren dat ze juist zoveel druk van school ervaren. En hier om mij heen werd net al gemompeld. Nee, niet nog meer huiswerk erbij. Ja. Terwijl ze ook behoefte hebben aan handvatten. Ik pak hem op. Leuk, ik heb hem hier voor me, dus daar kom ik op terug. Maar ik zag dat Roline net volgens mij nog even wilde reageren of iets toevoegen op wat Amin in zijn interactie was. Of was dat mijn... was dat mijn subjectieve observatie? Maar volgens mij, ik vind het prima om hier op in te
We gaan niet op in. Ja, dus ik heb hem hier voor me. De stelling was inderdaad, les krijgen in mentale gezondheid moet op school komen. Even mijn eigen woorden kort samenvat. En daar was 81% het helemaal mee eens. En 24% was het daar deels mee eens. En de vraag, die moet je me nog even helpen herinneren. Ja, dus ik was wel benieuwd hoe de panelleden daar zelf over denken. Ja, dus veel draagvlak daarvoor, maar dan tegelijk wordt het dan niet nog meer dingen. Moet ik dat ook nog gaan doen? Ik denk dat als we deze vraag aan docenten zouden stellen, dat we misschien een ander beeld krijgen. Ik gaf laatst een lezing in Boekel. Dat kennen jullie denk ik allemaal wel. Nee? Oh. Daar sprak ik 100 onderwijsprofessionals en hadden we ook dit soort stellingen en legden we dit voor. Wat ik heel duidelijk terugkreeg van docenten is dat er al veel moet in het onderwijs. Er wordt vaak richting het onderwijs gekeken om de maatschappelijke problemen op te lossen die niet in het onderwijs zijn ontstaan. Dat legt druk op docenten. En tegelijkertijd wat ik ook leerde van hen was... Ik vroeg aan docenten, wat nu als er een kind bij je komt die zegt, ik zit niet lekker in mijn vel, ik heb mentale problemen. Toen zeiden eigenlijk alle docenten, ja, als dat gebeurt, dan pakken we het protocol erbij en dan verwijzen wij door naar een intern begeleider. En ik zei, en luisteren dan? Ja, zei ze, ja, maar misschien gebeurt er dadelijk wat. En dan, ja, dit is gewoon niet meer in mijn handen. En dat zien we ook in de literatuur, in studies daarna, dat het onderwijs eigenlijk zo is geprofessionaliseerd, dat er minder tijd is om gewoon te luisteren en even stoom af te blazen bij een docent, maar dat er snel ook al wordt geëscaleerd en dat bijna het systeem, ja, als ik het een beetje ongenuanceerd zeg, het systeem bijna in een kramp schiet van, oh, ja, er gebeurt dadelijk iets met dat kind, we verwijzen door. Ja, en ik zie dat Roelie daarop wil reageren. Dit is, ik vind het eigenlijk best wel erg dat dit is in Nederland ontzettend aan de hand. Het werkt twee kanten uit, hè, dat kinderen en jongeren dat vaak ook heel erg goed doorhebben. Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon stappen, gewoon weten dat als ik daar iets te veel vertel, kom ik in een dossier terecht en voor je het weet rijdt buschauffeur bij wijze van spreken. Hè. Ik bedoel, dat is allemaal de beelden die ze hebben. En dus we zetten elkaar echt ongelooflijk in een kramp, denk ik. Want daarmee, wij hebben ook met heel veel docenten hebben ons in coronatijd bijvoorbeeld ook benaderd. Want wij gaven altijd gastlessen, kon toen natuurlijk niet. En die hadden zoiets van, ja, wat moeten we nou doen? Want wij zijn eigenlijk heel bang als we een gesprek beginnen, dat er iets loskomt. En wat dan? Hè? Want, want als er dan inderdaad iets vreselijks met een kind gebeurt, dan voelt het docent zich verantwoordelijk. Maar die heeft natuurlijk helemaal geen tijd en soms ook niet überhaupt handelingsperspectief niet in handen. Dus ik denk dat daarin, dat is misschien ook nog wel mooi om daar even iets over te zeggen. Kijk, wij leiden honderden vrijwilligers per jaar op, vaak ook heel veel jonge mensen, in het sowieso zo'n gesprek voeren. En wij zeggen ook altijd ook tegen docenten, we hebben daar ook een speciaal schoolprogramma op, je hoeft heel vaak niks. Je hoeft alleen maar eigenlijk te luisteren, het gesprek. En als je dan denkt dat een kind hulp nodig heeft, probeer door te verwijzen naar ofwel de oom, tante, de coach of weet ik wat, of desnoods naar ons. Ja, maar jij hoeft zelf alleen maar te faciliteren dat een kind erover gaat praten. En ik denk dat dat die angst die er nu zit in het protocol, om maar even zo te zeggen, en ook de veramerikanisering wat dat betreft, van je zal toch maar iets gedaan hebben wat dan niet helemaal goed is. En daar komen natuurlijk ook heel veel voorbeelden van, helaas, waardoor ook de hele jeugdzorg is verkrampt geraakt. En ik denk dat we daarin echt met elkaar een opgave hebben. Ja. Want het staat het luisteren in de weg. Ja, en dan wat de professionals ook nog zeiden. En kijk, ik zie Loes en Bernet hier zitten. We zijn ook in kaart aan het brengen. Wat delen mensen nu met wie? Hè? Wanneer vertel je aan je docent? Wat vertel je aan je ouders of aan een vriend? Wat docenten mij vertelden tijdens de lezing is dat ze dan ook eigenlijk altijd wel even de ouders bellen of informeren. Ja. En toen vroeg ik, en als het kind dat nu niet wil, dan zeiden ze, ja, maar dat moeten wij wel doen. En zo'n verhaal hoeft natuurlijk maar één keer door een school te gaan. En het is niet meer laagdrempelig en veilig om even uit te stomen bij een docent. Ja. Dus als het gaat over het onderwijs, dan weet ik niet of docenten die lesprogramma's moeten geven, maar misschien moeten ze wel het lef hebben om gewoon te luisteren en even te zijn. Ja. Ja. Kort laatste punt van Renien, want we vliegen door de tijd. En we hebben afgesproken dat jij ook nog iets vertelt over wat je met de geldprijs die verbonden is aan de Hendrik Mullerprijs gaat doen. En daar wil ik zo meteen mee afsluiten. Maar ik wilde graag Roline nog de gelegenheid geven te reageren, want ik zag je klaar zitten. Ja, en bij mij werkt het dan ook aan de rest van zo. Dat ik denk, wat wou ik nou even zeggen?
microfoon. Oh, sorry. Bij mij werken mijn hersenen zo dat ik dan helemaal in jou... En dan denk ik, oh ja, dat wil ik op zeggen. In en dat moment. Ik dan nu weer denk, wat was het eigenlijk weer? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste wat ik... Het punt, denk ik, wat ik wil maken is... als je gewoon luistert... en de angst, die moeten we eigenlijk gewoon proberen weg te nemen... dat ja. je er nog wat daarna wat mee moet. En, ja, laten we met elkaar kijken wat daar dan voor nodig is. Maar ik denk dat als we daartoe in staat zijn als maatschappij... want dat is wat wij dus heel veel terug horen van kinderen... die durven eigenlijk niet meer in hun omgeving te praten. Wow. Bang voor de consequenties. En bij ons vaak als enige, als eerste dan het verhaal vertellen. En dat kan... Dat zijn vaak echt heftige dingen. Hè? Dat gaat dan echt over seksueel misbruik. En ze weten gewoon, kinderen zijn bij ons in de regie. En dat zijn ze bijna nergens meer. Omdat altijd die protocollen eraan aan te ja. grondslag liggen. Ja. Jeetje, nou. Wake-up call, denk ik. Of een reminder. Ik denk dat we vanwege... Er is nog tijd voor één vraag, gelukkig. Ik zal het heel kort houden. Ik vind dat er heel veel mooie dingen gezegd zijn. Ik heb de afgelopen 20 jaar in het mbo-onderwijs gewerkt als docent. Ik denk misschien dat een beetje uitzondering van wat in de zaal verder aanwezig is. En het werd ook al deels gezegd, maar ik denk ook wel dat deels de oplossing bij de docenten zouden kunnen liggen. Mijn ervaring is dat docenten voor een mentorgroep, dan plannen ze 5 leerlingen in 50 minuten, 10 minuten achter elkaar... Elke leerling komt 10 minuten binnen. En de, nou ja, 80% van de docenten die ik heb meegemaakt... die waren eigenlijk niet in staat om goed gesprek te voeren met de leerling. Nee. Echt onbekwaam. En wat ik ook heel jammer een gemiste kans vind... dus docenten zouden beter opgeleid moeten worden... maar vooral ook niet om 1-op-1 met de leerling te praten. Laat die mentordocenten met 5 leerlingen in een peer setting... spreken. En ik heb dat zelf heel eigenwijs toen ingevoerd in school. Er waren een aantal docenten die dat overnamen. Maar ja, dat was gewoon, dat bleef gewoon een beetje in de lucht hangen. Nou. Ik vind het zelfs gevaarlijk als een willekeurige docent dat soort hele serieuze gesprekken met leerlingen 10 minuten voert. Met allerlei rare adviezen en niet luisteren. dus ik vind dat docenten veel beter daarin opgeleid en begeleid zouden moeten worden. Dat je daarmee moet beginnen. Ik hoor een hulpvraag en misschien, Loes, wil jij daarop reageren... en dan daarna naar de inzet van de prijs. Ik denk dat iedereen die volwassen is en kinderen en jongeren in zijn of haar omgeving heeft... En die dat wil en dat gesprek aan wil gaan... moet de handvatten krijgen om dat te doen en aangemoedigd worden daarin... en dat ook kenbaar durven te maken aan jongeren. En ik denk dat we in Nederland fantastische mensen in het onderwijs... hebben werken, die elke dag met ziel en zaligheid voor die klas staan. En er zullen verschillen zijn tussen docenten. De een doet dat met gemak en doet dat goed... en ontdekt ook nog nieuwe, slimme manieren om dat goed te doen. En de ander zal daar wat huiveriger voor zijn. Misschien ook vanuit een eigen geschiedenis. Of... Kijk, ook jongeren zijn allemaal anders... en volwassenen zijn ook allemaal anders. Gelukkig maar, dat maakt het leven leuk dat we allemaal anders zijn. Maar laten we ook niet iedereen forceren om in die rol te moeten stappen. Maar wel de mensen die dat willen... aanmoedigen en helpen om dat zo goed mogelijk te doen... zodat zij die belangrijke rol in het leven van jongeren kunnen pakken. Dat zou ik heel mooi vinden. Dankjewel voor het antwoord. Wil je ter afsluiting ons nog iets vertellen over wat je met de prijs, de geldprijs die verbonden is aan deze erkenning gaat doen? Nou, ik denk fundamenteel aan samenwerken tussen wetenschap en maatschappelijke partners... is dat je dat dus niet bepaalt als wetenschapper wat je gaat doen... maar dat we dat samen gaan bepalen... En ik ben heel dankbaar voor deze erkenning, voor mijn werk en ook dit mooie bedrag. Wat ik ermee zal gaan doen, is het samen met jullie gaan vormgeven... hoe we dat maatschappelijke cement, die sociale structuren... rondom jongeren kunnen versterken. Dat gaan wij niet ook alleen als volwassenen bepalen. We betrekken daar jongeren bij. Alle wijsheid vanuit de kindertelefoon, vanuit MindUs, vanuit de jongeren. Wij gaan op zoek... op basis van de wetenschappelijke literatuur... waar de gaten liggen, waar de kansen liggen... zodat we iets ontwikkelen wat aansluit bij de wetenschappelijke kennis... maar wat ook aansluit bij de belevingswereld van jongeren... en wat precies die gaten vult... waardoor mensen nu misschien niet die belangrijke rol kunnen pakken... in het leven van jongeren... omdat ze bang zijn als het over depressie gaat... of omdat ze niet weten hoe ze zo'n gesprek moeten starten... of hoe je dat nu kenbaar maakt.
Dat zou mijn droom zijn. En ja, ik nodig jullie dus uit om een aantal koppen koffie met mij te drinken en te gaan co-creëren. En dat en binnen nu en zeg een paar maanden met een heel goed plan te hebben en het dan te gaan doen. Dat boksen. Boksen. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen, alweer van deze middag. Ik wil om te beginnen bedanken Roline de Wilde van de Kindertelefoon. En Amin Bakali van Stichting Mindcast. Ja, je mag bij me blijven, je mag ook lekker gaan zitten. Ik ga lekker waar zitten. Waar je behoefte aan hebt. Ga lekker zitten, want we gaan afronden. En ik hoop dat jullie allemaal hier iets van hebben geleerd. Iets mee kunnen nemen uit dit gesprek. En alle dingen die vandaag zijn verteld door verschillende mensen. Het gesprek gaat hopelijk zometeen door aan de borrel. Maar voordat ik u laat gaan, ben ik ook even benieuwd. Ook even terug naar die stellingen. Zijn er nou mensen die misschien toch van mening zijn veranderd op die stellingen? Dus u heeft misschien op een van die stellingen gezegd van, nou, daar ben ik het enorm mee eens. En misschien dat u, nou ja, tot inzicht bent gekomen, dat u misschien toch een beetje naar de andere kant weegt. Dus mag ik handen zien van mensen die toch met wat andere inzichten naar huis zijn gegaan ten opzichte van de stellingvoorkeur zoals u die heeft ingevoerd? Ik zie daar al één hand omhoog gaan. Ja? Nog andere mensen? Ja? Ja, zo wat. Er zijn toch een aantal mensen waar in ieder geval in deze vorm zichtbaar. Wat zegt u? U zou de stellingen moeten projecteren. Ja, als ik die knop had, ging ik dat doen. Ja. Ja. Als ik de knop had, ging ik het doen. Maar in ieder geval, ik wil u uitnodigen zo meteen het gesprek voort te zetten. Voor mijzelf neem ik misschien wel gewoon een goed voornemen mee het komende jaar. En dat is eigenlijk ook wat ik van onze laatste twee gastsprekers hoorde. Het belang van die aandacht voor de ander, echte aandacht voor elkaar. Laat dat een goed voornemen zijn waarin het nieuwe jaar ingaan. En dat we dat ook echt blijven doen. Omdat het eigenlijk zo weinig moeite en tijd kost. En zoals we hebben geleerd, zo ontzettend veel effect kan hebben. Ik wil namens de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen iedereen bedanken die vandaag heeft bijgedragen aan deze prachtige bijeenkomst. Ik heb er zelf enorm van genoten. Onze sprekers, het stichtingsbestuur, de mensen van de academie zelf en natuurlijk Loes, van harte gefeliciteerd nogmaals en heel veel succes met de rest van jouw loopbaan. Het gaat je goed. Want zonder Hans was dit ook niet gelukt. En de mensen van de techniek. We gaan borrelen.